Pakhuis De Zwijger. Al meer dan 15 jaar dé plek om elkaar te ontmoeten. Met gemiddeld 600 programma's per jaar geven wij ruimte voor het uitwisselen van ideeën. Zo kunnen we elkaar inspireren, verbinden we verschillende initiatieven en geven we kennis aan elkaar door. Met onze programma's gaan we dagelijks in gesprek over stad en land van morgen. We zoeken naar een inclusieve en rechtvaardige stad. Maar ook naar een stad die groen en klimaatneutraal is. Van creativiteit tot ruimtelijke ontwikkeling. Samen werken we aan een leefbare toekomst voor alles en iedereen. Daarom zijn onze programma's gratis. En dat blijven ze. Maar dit kunnen wij niet zonder jouw bijdrage. Steun ons daarom met een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige donatie. Word vriend van Pakhuis De Zwijger. Beste mensen, van harte welkom. We made it. Code Oranje. Wie zit er een beetje verwaaid bij? En wie was hier nog nooit geweest bij Pakhuis De Zwijger? Kijk, en wie kent deze nog niet? Dan zijn we nu al blij. Vandaag gaan we het hebben over postgroei. Welkom, een toekomst voorbij groei. Dat is het programma waar we het vanavond over gaan hebben. Het is een samenwerking tussen Triodos en Pakhuis De Zwijger. En zoals we net al hoorden, zonder jullie steun kunnen we dit soort programma's niet doen. Dus ik wil al eerst toch wel beginnen met een daverend applaus, zodat we hier al 15, 17 jaar lang vette programma's maken. En waar ik dan heel erg naar benieuwd ben, als we het dan hebben over postgroei. Voor wie is dat begrip al heel erg bekend? Postgroei, ik weet waar het over gaat. Oké, dan ben ik dus zo'n moderator die dan even de zaal rent. Hou die handen hoog. Ja, hou ze hoog. Oh, kijk, er zijn mensen die het durven. Ja, nog een keer, voor wie is het bekend? Ah, nou, dan begin ik toch hier. Postgroei, in één zin, wat is dat? Dat is een economie waarbij je richt op duurzaamheid en welzijn. En doen we dat nu nog niet? Nee. We richten ons op welvaart en op groei. Ja. En dat gaat vaak ten koste van de duurzaamheid. Ja. En het welzijn van mensen. Dus het is net even anders, maar een groot verschil. Zijn we het daar wel, zijn we het wel voor het overgrote deel mee eens, geloof ik. Mag ik vragen naar uw achtergrond? Mijn achtergrond? Ja. Nou, ik heb economie gestudeerd. Ik ben organisatieadviseur geweest. Fantastisch. En u komt naar zo'n avond als deze, omdat u denkt, ik ben wel benieuwd waarom we het daar op deze manier over gaan hebben. Of waarom komt u hier? Nou, ik heb me geabonneerd op alle nieuwsbrieven van debatcentra, musea, theaters en concertgebouwen. En ik krijg dus elke dag allerlei post. En dan denk ik, dit lijkt me wel wat. En dan boek ik dat achter mijn computer. En dan ga ik daarna er naartoe. Ik ben vandaag hier voor het eerst. En heel leuk allemaal. Jee, dus economische achtergrond en geheel open hier naartoe gekomen. Liever organisatieadviseur worden. Oké, heel mooi, dank u wel. Maar zijn er dan toevallig ook creatives, ontwerpers, kunstenaars in de zaal? Ik zie daar ook mensen. Ik ga een keertje naar achteren rennen. Ik zie hier iemand. Ontwerper, kunstenaar, wie ben jij? Ik dacht, ik kan hier lekker incognito achterin gaan zitten. Zit hier lekker met een wijntje, maakt niet uit. Ik ben Tessa en ik ben hier om Lisa te supporten. En we zitten allebei een beetje in de hoek van speculatief ontwerp. Ja, speculatief ontwerp, wat is dat? De design vorm om mensen te helpen na te denken over allerlei vraagstukken in de samenleving. Ja, waarom is dat belangrijk? Waarom doe je daar zo'n voor? Omdat het vaak gaat over vraagstukken over de toekomst. Dingen die moeilijk te verbeelden zijn. En speculatief design helpt daarbij om toekomsten te verbeelden. Ja. En mensen eigenlijk aan het nadenken te zetten. Ja, dank je wel. Hey, en die verbeeldingskracht. Als het dan gaat over een postgroei samenleving. Wie denkt dat dat wel nodig is, die verbeeldingskracht, om die daarvoor in te zetten? Een aantal mensen, ja. Maar mensen die dan zeggen nee, dan denk ik, oké, hoezo niet dan? Niet belangrijk, verbeeldingskracht bij een postgroei samenleving en daarover fantaseren?
Ja, nou, dit is een beetje de verbeeldde kracht. Hoe? Ja, dat ze daar met z'n allen een gedachte of een theorie over hebben, dat lijkt me heel logisch. Maar het hoeft wat mij betreft niet per se via kunst of via dat soort kunstvormen of zo. Dat kan volgens mij ook gewoon door een bijvoorbeeld economische theorie. Ja, ja. En wat is jouw achtergrond, als ik vraag mag? Ik ben historicus. Historicus. En heb je dan een speciale specialiteit? Of? Nou, ik werk nu voor de arbeidsinspectie. Oké. Okay. Heel iets anders. En je dacht, postgroei, ik heb er gewoon zin in. Ik kom normaal naar theater. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben heel erg op zoek soms ook naar alternatieven voor hoe we op dit moment onze economie hebben ingericht. En nou ja, dat is volgens mij vanavond ook al een onderwerp van het gesprek. Ja, zeker. Dankjewel dat je hier bent gekomen. Super fijn. Ja, allemaal hartelijk dank dat u het risico heeft genomen om op de fiets of een auto of in de trein te stappen om hierbij te zijn. Inderdaad, we gaan het hebben over onze toekomst. En volgens mij gaan we daar samen naartoe, naar die toekomst, het liefst. Met zoveel mogelijk mensen. En een postgroei samenleving, ja, dat kan wel eens een hele radicale omzwaai betekenen. Dus vandaag gaat het er niet over of we die postgroei samenleving willen. Die postgroei economie. Maar hoe? Hoe kunnen we daar naartoe? Wat zijn mogelijke scenario's? Welke kansen biedt dat? Welke wijzigingen zijn dan nodig? Welke stappen kunnen we dan maken? En welke rollen spelen we dan? Dan heb ik een vraag aan jullie. Ik wil die vast nu stellen. Hoef je niet nu al antwoord op te geven, no worries. Maar ik vraag me af, als we ja zeggen met deze zaal, ja, we gaan naar die postgroei samenleving, toekomst voorbij groei. Welke rol speel je daar dan zelf in? En wat zou dan eventueel die eerste stap kunnen zijn? Of je nou werkt als organisatieadviseur, was het geloof ik? Adviseur, ja. Dat ben ik al jaren niet meer. Of inderdaad, je bent ontwerper of whatever. Zijn er mensen die echt in een totaal andere rol zitten? Beleidsmakers bijvoorbeeld, zijn er die? Ja, ja, als je dan beleidsmaker bent, wat kan dat dan betekenen voor jouw rol als we met z'n allen naar die postgroeisamenleving willen? De hoofdvraag vanavond is, hoe zou een mondiale postgroeitransitie eruit kunnen zien? Wat voor afspraken maken we dan? Wat betekent dat dan in het internationale kader? Mijn naam is Marcia Simon. Ik ben een onafhankelijk moderator-presentator. Dit is wat ik doe. Ik hou ervan om ook die zaal in te rennen. Want ik denk dat het bijzonder is dat we hier zijn met z'n allen. En dat we samen de kennis gaan creëren die we nodig hebben om voorwaarts te bewegen. Dus daarom zou ik het echt te gek vinden als je af en toe gewoon durft te roepen. Gooi je hand in de lucht. Ik heb een vraag. Ik heb een opmerking. Ik wil graag bijdragen aan deze co-creatie van kennis. We gaan zo meteen in gesprek met twee experts. Die zitten daar al te wachten. Joita Gupta en natuurlijk Hans Tegeman, zoals aangekondigd. Maar we hebben ook Bas hier aan deze kant. We hebben ook Raki aan deze kant. Ik wil alvast een hartelijk applaus voor deze sprekers. Jazeker. Want aan de ene kant zullen die experts die de hele tijd op de bank zitten, maar die willen ook graag met jullie dat gesprek aangaan. En die worden uitgedaagd door, ja natuurlijk, postgroei. Want wat leren wij van die inheemse volken? Ja, maar, Bas, hè, realistisch kader. Wat zijn dan die uitdagingen waar we tegenaan gaan lopen? Maar we gaan eerst beginnen met het oefenen van onze verbeeldingskrachtspier. Een beetje stretchen. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Dan wil ik graag een hartelijk applaus voor Lisa Mandenmaker, speculatief ontwerper van dit doel. Go ahead. Hallo, goedenavond allemaal. Ook welkom namens mij. En super inspirerend om te zien dat jullie alsnog tijdens deze storm met zo'n groot getal zijn opkomen dagen. Ik vind dat ook altijd heel inspirerend om samen te komen met een groep mensen die net als ik na willen denken over hoe een toekomst eruit kan komen te zien. En ja, in mijn werk als toekomstonderzoeker en als speculatief ontwerper hou ik me dagelijks bezig met de toekomst. En vooral met het vormgeven van andere mogelijkheden of andere perspectieven. En vandaag ga ik jullie meenemen in een aantal toekomstscenario's die de veranderende verhoudingen tussen mens, natuur en technologie verkennen. En vooral in het kader van postgroei, een wereld voorbij groei. Dan ga ik eerst even
vertellen dat ik dus toekomstonderzoeker ben bij een onafhankelijke organisatie genaamd Stichting Toekomstbeeld der Techniek, de STT kort. STT doet al 50 jaar, meer dan 50 jaar toekomstverkenningen en onderzoekt vooral wat de rol van technologie is en wat de impact daarvan is in onze maatschappij. En we doen dat met aangesloten organisaties uit het bedrijfsleven, uit de overheid, wetenschappelijke instellingen, culturele instellingen. Die betrekken we er allemaal bij, experts, en zo doen wij onze toekomstverkenningen. Daarnaast ben ik dus ook speculatief ontwerper. Dit zijn wat voorbeelden uit mijn eigen ontwerppraktijk. Speculatief ontwerp voor mij is een katalysator voor verbeelding en dialoog. Het helpt namelijk best wel goed om dingen tastbaar te maken, mogelijkheden tastbaar te maken. En speculatief ontwerp geeft mij die mogelijkheid om dat te doen. Je zet design eigenlijk in als een medium om die toekomst tastbaar te maken. Het is namelijk veel makkelijker als je ergens omheen kan lopen, of er daadwerkelijk in kan stappen, zo'n paddenstoel op je hoofd kunt zetten en luisteren naar wat hij jou te vertellen heeft. En dit zijn allemaal dingen die ik meeneem in mijn toekomstverkenningen. Zo ook in dit boek, Voor niets gaat de zon op, die Marcia al liet zien. Hier heb ik samen aangewerkt met toekomstonderzoeker Daphne Roodhuizen. En hierin gingen we dus op zoek naar hoe toekomstscenario's voor postgroei eruit zouden kunnen komen te zien. En we hebben hier ook die link gemaakt met speculatief ontwerpen. Dus bij de toekomstscenario's die we hebben ontwikkeld, hebben we steeds een speculatief voorbeeld van wat zou kunnen bestaan in dat scenario of in die wereld die we ons dan voorstellen. Ik zal eerst een stukje uitleggen hoe we zijn begonnen met die toekomstverkenning. Ik noemde het al, het gaat over die veranderende verhoudingen tussen mens, natuur en technologie. Nou krijg je vaak dan de opmerking, ja, de mens is toch natuur of zonder mens geen technologie. Dat klopt, het zijn allemaal verbonden en dat hebben wij ons voorgesteld als een driehoeksverhouding. Gewoon een simpele driehoeksvorm, omdat systeem waar die natuur, mens en technologie in bestaan, om die te visualiseren. En zo konden we ook best wel makkelijk, als daar veranderingen in plaatsvinden, visualiseren hoe die vorm zou veranderen. En dus hoe dat systeem zou veranderen. Nou, daar zijn we mee aan de gang gegaan, allerlei vormen driehoeken gemaakt. En uiteindelijk zijn we op deze vijf driehoeken uitgekomen. En dit is natuurlijk best een platte benadering van zo'n systeem, maar dat is ook de bedoeling. We maken een soort startpunt voor een dialoog en daar bouwen we dan laag overheen tot een soort 3D-model van hoe zo'n scenario eruit kan komen te zien. Wij geven wat voorzetjes van die lagen die daar opkomen, maar in dialoog met andere mensen kunnen we daar ook aan verder bouwen van hoe zo'n toekomstscenario er dan uit zou kunnen komen te zien. Een van die lagen, dit is even het toekomstonderzoek theoretische gedeelte, wat we ook hebben toegepast. We maakten gebruik namelijk van het morfologisch veld. En dit moet je eigenlijk zien als een soort mengpaneel, waar je met schuifjes op kunt schuiven. En door dat een beetje zo uit te werken, kun je uiteindelijk een soort toekomstscenario maken. Op die verticale lijnen staan maatschappelijke tendensen geplot. En dit zijn maatschappelijke tendensen die naar voren kwamen uit onze analyse van de literatuur, maar ook uit de analyse met experts in onze denktank. En de belangrijkste maatschappelijke tendensen, dat noem je ook wel drivers, dat waren in ons geval de mate van maakbaarheidsdenken, de positie van de mens ten opzichte van de natuur, de mate van internationale afstemming en de mate van ervaren autonomie. Dus als je dan gaat denken in scenario's, dan kun je bijvoorbeeld die schuifjes bij de eerste drie drivers helemaal omhoog zetten. Dus een hoge mate van maakbaarheidsdenken, een dominante positie voor de mens boven de natuur, hoge mate van internationale afstemming. Dan kun je er in principe van uitgaan dat de mate van ervaren autonomie op individueel niveau vrij laag zal zijn. Andersom werkt dat ook, dus als je die drivers allemaal laag zet, dan zou de ervaren autonomie waarschijnlijk best wel hoog zijn. Maar er zijn dus ook smaken in het midden. Dus dat zijn we allemaal uit gaan zoeken in combinatie met die driehoeken.
En daar zijn 5 toekomstscenario's voor postgroei uitgekomen. Het doel daarmee, met die waaier aan mogelijkheden, is ook om te laten zien dat binnen postgroei er misschien ook nog wel verschillende smaken mogelijk zijn. Misschien zijn er nog wel keuzes te maken in hoe we dat precies gaan vormgeven. Postgroei wordt nu vaak als een alternatief scenario gepresenteerd. 1 scenario naast bijvoorbeeld groene groei of focus op groei en welvaart. Maar binnen postgroei zijn er volgens ons nog ook best wel veel keuzes te maken. Dus laten we nu in de scenario's duiken. Met het eerste scenario, dat heet het Centraal Commandocentrum. En jullie zien de driehoek, die is hier omgeklapt. De natuur staat helemaal onderin. En de mens en technologie staan hierboven. Ze zijn heel dominant. En dat past ook bij het verhaal, want de mens staat in dit scenario aan de knoppen van het dashboard van de planeet. Technologie is de oplossing van alles. Klimaatproblemen lossen we op met technologie. De natuur zien we als maakbaar en beïnvloedbaar en we richten alles in naar ons eigen inzicht en naar onze eigen verantwoordelijkheid. Door middel van grote technologische projecten, ook wel geoengineering genoemd, kunnen we dus zorgen dat de aarde minder opwarmt bijvoorbeeld. Dit kunnen we doen door vliegtuigen te laten opstijgen, glinsterende deeltjes in de wolken te verspreiden, zodat het zonlicht niet de aarde raakt, maar terugweerkaatst wordt de ruimte in, zodat de aarde afkoelt. Nou, dit zijn grote technologische ingrepen en dat is ook wat centraal staat in dit commandocentrum. Het postgroei-idee, je zou kunnen zeggen, is dit wel postgroei? Want er is niet echt een focus op of wij onze groei of uitstoot verminderen. Maar de focus in dit scenario is dat er echt een focus is op het leefbaar houden van ecosystemen. En daar zetten we al onze technologie op in. Een voorbeeld uit de speculatieve ontwerpwereld wat daar goed bij past. Dit is een ietsje zachtere benadering dan vliegtuigen laten opstijgen en deeltjes te verspreiden. Is de Pollinator Pathmaker van Alexandra Daisy Ginsberg. Ze is een heel bekende speculatief ontwerper. Ze doet heel veel verschillende super interessante projecten. En een van deze, dit project, de Pollinator Pathmaker, is een project. Ze wil eigenlijk het grootste klimaatpositieve kunstwerk maken ter wereld. Wat ze heeft gedaan, ze heeft een AI-tool ontwikkeld om beplantingen te ontwerpen. Dus waar je naar kijkt is een foto van bovenaf waar AI een ontwerp overheen heeft gelegd. En al die vierkantjes zijn bepaalde soorten bloemen en planten. En die AI maakt dat ontwerp niet voor ons, dat wij dat mooi vinden of mooi bij elkaar gezet. Maar het maakt het om met bestuivers voor insecten, om op een zo efficiënt mogelijke manier langs zoveel mogelijk bloemen te kunnen gaan. Dus op deze, als je dan van alle verschillende insecten dat over elkaar heen legt, is best een ingewikkeld ontwerp, maar deze AI-tool kan dat dan uitwerken. Draagt het dus bij tot een hele efficiënte manier voor onze biodiversiteit of ecologische groei. Dan gaan we verder in het idee over tuinen, namelijk naar het tweede scenario. En dat is de ommuurde tuin. Je hebt deze afbeelding al voorbij zien komen, denk ik. In dit scenario zijn er eigenlijk 2 driehoeken ontstaan, want de mens en de natuur zijn niet meer in contact. Alleen nog een beetje via technologie. Hoe de wereld eruit ziet is namelijk dat de wereld is verdeeld in 2 delen. De mensen wonen in mensgebieden en de natuur woont in natuurgebieden. En er zit een technologische grens tussen. De mensgebieden zijn grote, zelfregulerende, hoogtechnologische steden. En daarbuiten is er ongerepte natuur en de mens komt daar ook niet. En die steden die focussen dus om ja, op die technologische ontwikkelingen, dat alles circulair is en eigenlijk als een zelfregulerend technologisch organisme. Het postgroei-idee wat hier centraal in staat is een herdefinering van groei. Dus er is wel een soort technologische ontwikkeling, blijft er mogelijk, maar veel kleinschaliger. Dus het moet in die stad passen, want daarbuiten is de natuur. Een voorbeeld wat je daar zou kunnen tegenkomen is
cellulaire agricultuur. Want traditionele landbouw op grote velden, dat past niet meer in die steden. En mag dus ook niet meer in die ongerepte natuur. Cellulaire agricultuur kan plaatsvinden in labs. Dat kun je in gebouwen doen, die kun je de lucht in wolkenkrabbers zouden dat kunnen plaatsen. En dit project van Chloe Rutserveld en Organism Studios geeft alvast een voorproefje wat we ons daarbij zouden kunnen voorstellen. In deze interactieve installatie doorloop je alvast het proces van een cellulair gerecht. Je kunt de celbron kiezen en vervolgens kies je hoe die cel dan verder gegroeid wordt. Je kunt je gerecht ontwerpen en vervolgens wordt dit gerecht aan je gepresenteerd als een hologram. Het derde toekomstscenario is de natuur als productiepartner. Hier is technologie en de natuur bewegen ietsje dichter naar elkaar toe en de mens staat er iets verder van af. Dus als je naar de vorm van die driehoek kijkt, voor mij vertelt dat ook alvast een beetje een verhaal, want het is de mens die eigenlijk een soort spotlight richt op technologie en natuur. De mens is in dit scenario zich afhankelijk, even bewust van de afhankelijkheid van en de relatie met de natuur. Beseft dat de planeet geen oneindige bron is van een oneindige hulpbron eigenlijk, waar we alleen maar uit kunnen putten. Maar een bron van inspiratie en innovatie. Dus we zetten technologie in om samen te werken met de natuur. En om technologie te ontwikkelen wat heel erg lijkt op de natuur. Dus dat noem je ook wel biomimicry. Dus die samenwerking tussen natuur en technologie vormt de sleutel tot overleving en welvaart. Het postgroei-idee wat hier centraal staat in dit scenario is dat het een verschuiving plaatsvindt van exploitatie naar samenwerking. Dus duurzaamheid, lokale autonomie en circulariteit staan hier centraal. Een heel mooi project wat daarin zou passen en wat een goed voorbeeld is, is de Urban Data Forest van Grow Your Own Cloud. Grow Your Own Cloud is een studio van ontwerpers, kunstenaars en wetenschappers. Zij werken samen aan het idee om data op te slaan in het DNA van bomen. Dus je kunt je voorstellen dat dat misschien wel een heel ander beeld gaat opleveren dan die datacenters, die blokkendozen aan de rand van de stad. Dat die verdwijnen en dat daar bossen voor in de plaats komen. Maar het levert ook vragen op van wat voor data slaan we dan op in die bomen? Die eindeloze kattenfilmpjes die we op internet bekijken, mogen we die dan opslaan in het DNA van bomen? En zoals ik al zei, hoe gaan de nieuwe steden eruit zien? Wat is het effect hiervan op sociale cohesie? Het zijn wel interessante vragen die dit project opgooit. Het vierde scenario is het mondige mentor scenario. En hier zijn we terug bij een gelijkzijdige driehoek. En gelijkheid staat hier ook centraal in dit scenario. De mens is ook niet meer dominant. Het staat allemaal gelijk. En ieder stem is hoorbaar. En als ik het heb over iedereen, ieder stem, dan bedoel ik ook echt ieder stem. Dus ook van planten, van dieren, van microben, van schimmels. Iedereen is te horen. En hoe we dat doen is dat technologie dus verder kijkt dan die inspiratie van de natuur. Maar gaat helpen in het hoorbaar maken van die stemmen van niet-mensen. Dus we kunnen AI-tools ontwikkelen misschien om te luisteren naar de stem van de rivier bijvoorbeeld. Wat wil de rivier? Dit is de meest radicale heroverweging van groei en succes van onze postgroeiscenario's. Het doel is om een zo duurzaam mogelijke en rechtvaardige wereld te creëren voor alle bewoners van de aarde. En dit noem je ook wel het more than human perspectief of het meersoortigheidsperspectief. Nou, dat more than human perspectief, dat is niet een heel toegankelijk perspectief voor iedereen. En niet iedereen heeft hier altijd gelijk een beeld bij. Maar dit project van Superflux, Refuge for Resurgence, geeft naar mijn mening best wel een goed beeld van wat we ons daarbij zouden kunnen voorstellen en hoe dat zou kunnen werken. In deze installatie staat een grote eikenhouten tafel en die is gedekt, zodat meerdere soorten daaraan plaats kunnen nemen en als gelijke kunnen dineren. En alle onderdelen die je ziet aan die tafel, van de krukjes tot de borden tot het bestek, ze zijn allemaal vormgegeven om die
om de gasten die gaan dineren daar, om die identiteit daarvan aan te kondigen. En je ziet ook een raam op de achtergrond die uitkijkt op een stad na een catastrofe, waar de natuur weer begint te groeien en dingen beginnen weer te bewegen. En aan deze dinnerparty is eigenlijk de opdracht: wat is onze rol in deze nieuwe wereld? En de soorten die hier aan tafel zouden kunnen komen te zitten. Kun je denken aan bijvoorbeeld een vos en een raaf, een wesp, een paddenstoel, een volwassen kind, een koe of een kleinkind. Hier kunnen ze dus allemaal samenkomen. Dan zijn we aangekomen bij het laatste scenario, het vijfde scenario. En dit heet de nieuwe schepping. En dit is weer een wat technologischer toekomstbeeld. De driehoek lijkt een beetje op het eerste scenario van het Centrale Commandocentrum. Alleen technologie staat hier nog wat hoger in de hiërarchie. Het is daar nog wat verder uitgerekt, die driehoek. En in dit scenario is de mens, ziet zichzelf als uitvinder en als medeschepper van de natuur. Technologie versmelt helemaal met de natuur en eigenlijk versmelt de mens ook een beetje met de technologie. En hier heerst het idee dat echt alles maakbaar is. Dus de natuur herstellen we niet alleen, we vinden de natuur ook helemaal opnieuw uit. Denk bijvoorbeeld aan artificiële koraalriffen. Of we brengen uitgestorven diersoorten terug. Met resurrection biology. We kunnen bijvoorbeeld de mammoet weer in een lab tot leven wekken en loslaten in onze bossen. Het postgroeidee is een beetje een stretch, maar het gaat erover dat we wel opereren binnen de grenzen van onze planeet. Alleen vervagen we die grenzen compleet en definiëren we die gewoon weer helemaal opnieuw. En maken we gewoon eigenlijk een nieuwe planeet. Een voorbeeld daarvan, waar die grenzen tussen mens, natuur en technologie zijn vervaagd, is een samenwerking tussen kweekvleesbedrijf Wauw en een reclamebureau. Zij maakte namelijk de mammoet gehaktbal. Dus volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden is die gepresenteerd hier in Nemo. En hij is ook te zien geweest in het Boerhavenmuseum in Leiden. En om zo'n mammoet gehaktbal te maken, gebruik je mammoet-DNA. Dat is aangevuld met het DNA van de Afrikaanse olifant. Dat kun je vervolgens dan voeden aan schapenstamcellen, die dan myoglobine gaan produceren. En myoglobine is het eiwit wat de rode kleur geeft aan spierweefsel en dus aan vlees. En als je daar genoeg van laat groeien, heb je kweekvlees. En als je dat dan doet met mammoet-DNA, heb je dus mammoet-kweekvlees. En daar hebben ze dus die gehaktbal, enorme gehaktbal overigens, van gemaakt. En die was dus te zien, zoals ik al zei, in Nemo en in Boerhaven. Maar niemand heeft hem nog kunnen proeven, want er moet nog wel even onderzoek gedaan worden of het wel veilig is om vlees te eten van uitgestorven dieren. Nou, dit was dus een overzicht van verschillende postgroeiscenario's. Het zijn eigenlijk stippen ver op de horizon. Maar het doel daarvan was ook niet om antwoorden te bieden per se van wat postgroei is, maar meer om ruimte te bieden voor verbeelding. Hoe kan postgroei eruit zien? En door één aspect steeds uit te vergroten in een scenario en daar een verhaal omheen te bouwen, kunnen we ook zien wat voor implicaties dat heeft of wat voor trade-offs dat oplevert. En zo kunnen we afwegen wat we eigenlijk zouden willen voor een toekomst. In het boekje wat Marcia net al liet zien, daar staan de scenario's nog wat verder uitgeschreven. Je kunt ook de QR-code scannen, kun je hem gelijk gratis downloaden. Ik wilde graag afsluiten met een quote van een van mijn helden uit de speculatieve ontwerpwereld, dus NF Jane van Superflux, waar ik ook de Refuge for Resurgence project van liet zien. Zij heeft het erover dat we leven in tijden van onzekerheid en eigenlijk moeten we leren om te kunnen navigeren in die onzekerheid. En ik hoop dat speculatief ontwerp, maar ook deze scenario's en deze beelden kunnen helpen bij die navigatie. En als laatste wilde ik nog even noemen, sinds vandaag is de Nationale Toekomstcursus ook gelanceerd. Dus als je nu met allemaal ideeën straks vanavond hier wegloopt en je denkt, ik wil ook
toekomstdenker worden of ik wil begrijpen hoe ik dat kan toepassen in mijn eigen leven of in mijn werk, dan kun je gratis deze toekomstcursus doen. En dan kunnen we ook misschien meer dit soort vragen wat uit onze campagne komt. Komt er ooit een minister van geluk? Wat ik best wel een mooie postgroei gedachte vind. Dus ja, dank jullie wel. Dankjewel, Lisa. En omdat je zo keurig binnen de tijd bent gebleven, kunnen wij nog even samen met deze zaal in gesprek. Ja. Want gewoon gratis te downloaden. Gratis te downloaden, zeker. Dus dat boek, dat hoeft niet per se op iedereen's bureau te komen liggen. Nee. Maar het moet wel echt gelezen, gezien, gehoord worden. En ik zag daar wat mensen echt heel driftig fotootjes maken, scans maken van die QR-code. Laat ik even vragen aan hen van waar dat dan terecht komt en hoe dat dan ingezet wordt. Ja, hier zag ik dat mensen... Klopt dat? Ik zag u bijvoorbeeld wel driftig scannen. Ja, ik heb wel even gescand, ja. Dus ik ga zeker straks even kijken. Ja, en op welke manier kan het bijdragen aan uw eigen werk of aan uw visie of waar u voor staat? Nou, ik denk dat het kan bijdragen aan ruimer te denken buiten de grenzen waar we nu in leven. Ja, en waarom is dat belangrijk? Omdat er toch echt wat moet veranderen. Ja. Ja. Maakt u daar al dagelijks uw werk van of brengt u hier? Ja, ik werk in duurzaamheid. Ja. Ja. Dus, okay. Ja. David, applaus alvast voor deze pionier. Ja, ja. Zeker. Ik werd op mijn schouder getikt en je wilt graag een vraag stellen, natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Wij eten zo ontzettend veel verschillende soorten vlees. Ik ben Wageningen voedingsdeskundige, niet dat het veel helpt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ons voedsel wordt in hele kleine stukjes gebroken. En dan gaan we weer dingen mee maken, bijvoorbeeld weefsels. Wat zou er met mammoetvlees fout kunnen gaan? Wat er fout mee kan gaan? Oh ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Mag ik misschien vragen aan u? Van, had u dan toevallig een favoriet of een juist niet zo favoriet scenario vanuit die vijf? Noem ze eens alle vijf. Nee, dat kan ik niet, want ik kom pas net binnen. Okay, bedankt. Nou, noem de vijf scenario's eens nog eens. We hebben het Centraal Commandocentrum. Centraal Commandocentrum. Dat is een heel hoogtechnologische. We hebben de ommuurde tuin. Ommuurde tuin. Natuur als productiepartner. Natuur als productiepartner. De mondige mentor. Mondige mentor. En de nieuwe schepping. Nieuwe schepping. Laten we even de revue passeren. Mooie beelden gemaakt. Waren de scenario's waarbij je dacht... Oh, liever niet. Roept mij toch iets te veel aversie. Ja, daarachter. Ik ga even rennen hoor. Die is daar voor je. Ja? Ja. Hierachter. Eentje helemaal niet... 1, 2 en 5, nee, dat gaat hem niet worden. 1, 2 en 5 gaan ze niet worden. Waarom niet? Omdat we als mensheid veel te arrogant zijn in onze positie ten opzichte van de natuur. 1, 2 en 5. En wat ik in alle scenario's mis, is eigenlijk het grote probleem dat we hebben, waardoor we nu zo'n probleem hebben met die groei. En dat is? De functie van geld. Functie van geld. Geld is het enige doel van de economie. En dat is precies het verkeerde doel van de economie. Klopt het dat in dat boek eigenlijk helemaal niet te sprake komt? Is dat een bewuste keuze geweest? Hoe zit dat, Lisa? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dat is wel een bewuste keuze geweest. Ik denk dat we ons verplaatst hebben in die postgroeimogelijkheid. En het even... ik denk dat ik die vrijheid graag pak als toekomstonderzoeker en speculatief ontwerper... om even voorbij dat probleem van dat geld te gaan en even na te denken over... Wat is er nog meer mogelijk om die ruimte een beetje open te breken? Want anders kom ik er zelf ook niet uit, ben ik bang. Ja, ik denk dat het is een heel terechte vraag natuurlijk. Hè? Want inderdaad, het is heel vaak een hindernis die we alsmaar niet nemen. Maar volgens mij zijn we daarom ook juist vandaag samen. Omdat we eerst ruim willen kunnen denken, want het is nogal wellicht. Voor wie is het een radicaal idee, postgroei? Voor wie is het radicaal? Dat is een radicaal idee, ja, 1, 2... Ja, ja. Want in de huidige context doen we toch precies het omgekeerde. Dus ja, als we nu de krant overslaan, oh ja, de economie groeit. We zijn blij, het gaat goed met ons. Dus ja, als je het mij persoonlijk zou vragen, ik vind het ook nog steeds een radicaal idee. Dus fijn om dan eerst even te kijken. Laten we kijken. De favorieten.
toekomstscenario's dan? Durven er een te kiezen? Van, nou, die voelde ik wel. Had iemand echt een favoriet? Mentor? Mondige mentor, ja. Die sprak je wel aan? Ja, volgens mij zit er heel veel rijkdom en kennis en wijsheid in allerlei niet-menselijke dingen. En om dat aan te spreken, nou, dan kunnen we nog met heel veel een hele toekomst tegemoet. Laten we weer gaan luisteren. Juist. Laten we weer gaan kijken. Laten we nog serieuzer nemen, meer onderzoek. Precies. Ja. Hoor je dat veel, die mondige mentor? Want je hebt nu een paar keer de presentatie gegeven. Er zijn mensen die downloaden. Hoe reageren mensen? Het is altijd heel verschillend. De mondige mentor vinden mensen ook vaak heel moeilijk. Dus het is echt heel erg 50-50 daarin. Van of helemaal niet, of juist wel. En dat is bij veel toekomstscenario's zo. Ik vind het altijd opvallend dat heel veel mensen ommuurde tuin vaak kiezen. Daar kan ik mezelf... Dat kan ik me niet zo goed voorstellen. Of tenminste, ik kan me wel voorstellen, maar ik zie dat minder snel gebeuren, denk ik. Dus daar heb ik dan weer minder mee. Maar ik vind het zo grappig wat mensen eruit halen. Het zijn natuurlijk ook aspecten wat je eruit haalt, wat je vervolgens kunt uitvergroten. Dus denk ik ook minder een keuzemenu van, oh ja, als we voor Centraal Commandocentrum gaan, dat mondige mentor sowieso niet kan gebeuren. We kunnen ook kijken naar welke kenmerken spreken ons het meeste aan en wat willen we eigenlijk. Ja. Hadden meer mensen bij dit plaatje zo van, oeh, ik zie mezelf wel uit dat torentje kruipen, toch nog eventjes naar buiten, uit die ommuurde tuin. Of eigenlijk juist die ommuurde tuin in. Wie had dat nog meer? Van, oeh, die tweedeling. Ja, wordt wel een heel erg scheiding. Interessant. Nou, volgens mij is het tijd om mijn hoofdsprekers voor vandaag te gaan aankondigen. Ik wil een davend applaus voor Lisa Mann maken voor het werk dat zij doet. Hij is hoofdeconoom bij Triodos Bank en columnist voor Vrij Nederland. Van mening dat financiële argumenten altijd in balans moeten zijn met sociale en ecologische standpunten. Daarbij is hij steeds op zoek naar een praktische toepassing van theoretische perspectieven. Zij is hoogleraar Milieu en Ontwikkeling in het Mondiale Zuiden aan de UvA en de IAE Delft. Vrijwel al haar onderzoek gaat direct of indirect over klimaatrechtvaardigheid. De verdeling van basisbehoeften en grondstoffen, lasten en kosten. In juni 2023 won ze de prestigieuze Spinoza-premie, waarmee ze onderzoek doet naar een mondiale grondwet. En dan is ze ook nog eventjes voorzitter van die 10 mensen die de VN mogen adviseren over de SDG's. Oftewel... duurzaamheid, wat betekent dat nou eigenlijk? Hoe moeten we daar naar kijken? Graag een warm welkom voor Hans Tegeman en Joyita Gupta. En Joyita, er waren een aantal die hadden best wel wat aversie tegen 1, 2 en 5, geloof ik was het, als ik goed had geluisterd. Hoe heb jij er dan geluisterd, naar die 5 toekomstscenario's? Nou, ik heb alleen gekeken naar welke deel van iedere scenario zou ik aanpakken. Maar voor mij, wat was heel belangrijk in de manier waarop de scenario's waren gemaakt, was dat technologie een heel belangrijk rol speelt. Terwijl in mijn werk technologie is onderdanig aan de rest van het verhaal. En bij haar was technologie een beetje leidend soms. So ik had gewoon stukjes van iedere scenario wilde meenemen. Dus even, als ik het goed begrijp, jij was vooral aan het kijken van, oh ja, hoe dan? Hoe dan? Zou dat dan functioneren? Hoe kan ik dat mengen? En waarom is haar verhaal anders dan die van mij? En dan dacht ik, nou, dat is vanwege de rol van technologie die zo centraal staat. Hier klinkt de onderzoeker, toch? Meteen die vragen, perspectief, hoe werkt dat? Hoe denkt zij? Hans, mag ik jou ook vragen? Had jij een favoriet? Nee, ik zat heel erg te zoeken en ik vond het eigenlijk wel grappig, want dit zijn postgroeiscenario's. En eigenlijk in elk scenario is het best wel lastig om te zeggen wat er postgroei aan is. En dat is volgens mij nou juist de kracht van die scenario's. Niemand volgt me. Wat ik bedoel te zeggen is van, omdat ze zo ver weg zijn van waar we hier nu zijn, is het heel lastig om nog het verband te houden met hoe we de economie nu hebben ingericht. Ja. En dat vind ik nou juist de kracht van al die verbeeldingen, dat we ook die vraag die er kwam van, ja, maar hoe komen we daar dan? Ja, dat beantwoorden die scenario's nou juist niet. Maar het laat wel zien dat we eigenlijk dus nu in een systeem zitten dat heel erg afhankelijk is van groei en geld en alles speelt daar een rol.
En dat vind ik nou juist de kracht van die scenario's. Van ja, dan is het zo anders dat je eigenlijk ook niet eens kan zeggen of dat nou een economie is die meer of minder groeit. En dat je ook eigenlijk wel zoiets hebt van ja, doet dat er eigenlijk toe? Ja. Dat is denk ik wel heel belangrijk om dat in het achterhoofd te houden. Waarom is het belangrijk om het daar hier vandaag zo over te hebben en daarover te fantaseren? Omdat, en dat is misschien ook wel een beetje waarom wij vanuit Triodos dit hebben georganiseerd. Omdat wij elke keer zo vast blijven zitten in het gesprek over groene groei. Of kan dat nou wel, postgroei. En we blijven daardoor, door die vragen zo te framen, blijven we eigenlijk vastzitten in ons huidig systeem. Want we blijven alleen maar praten over hoe is het nu en kan het anders. En juist door helemaal aan de andere kant te beginnen, van stel nou dat het anders is. Hoe komen we daar zonder het te hebben over hoe het nu is? Of minder te hebben over hoe het nu is? En dat is die mindshift die je nodig hebt om niet de hele tijd, nou, laat ik voor mezelf spreken, het gevoel te hebben dat je moet verdedigen als je het hebt over radicale ideeën. Dat je eigenlijk wil zeggen van mensen, linksom of rechtsom, we moeten radicaal veranderen. We kunnen erop wachten dat de boel instort. Of we kunnen het proberen voor te zijn door wilde ideeën, verdergaande ideeën te proberen, na te denken, mensen daarin mee te nemen. En dat is volgens mij de tijd waar we in zitten. Ja. Ik zie jou instemmend knikken van inderdaad belangrijk om te doen. Klopt dat? Dat is beleefdheid waarschijnlijk. Ja, zeker. Ik zou gewoon een andere invalshoek nemen, maar dat hangt vanaf als ik dat mag vertellen nu. Oké, dus wat wij hebben toen gedaan, ik zit in de Earth Commission. En de Earth Commission is een samenwerking tussen veel universiteiten en NGO's. En wij worden, meest van ons worden niet gefinancierd. De hoogleraar worden niet gefinancierd. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben gekeken naar de planetaire grenzen. En ik dacht zelf, die planetaire grenzen zijn niet rechtvaardig. Omdat die planetaire grenzen zijn grenzen waarna, als je doorheen gaat, wordt het wereld heel erg onstabiel. En je komt in een situatie waar je niet weet of de hydrologische cycle nog werkt, of klimaatverandering brengt ons tot een hele andere wereld. So it is een heel riskante punt om daar boven te gaan. Maar lang voordat wij over de grens overheen zijn, heb je enorm veel last dat alvast gebeurt. So bijvoorbeeld bij klimaatverandering, al bij 1 graad zijn 70 miljoen mensen wereldwijd die zijn blootgesteld aan te hoge temperaturen en te hoge humiditeit. En dat betekent dat ze kunnen in een dag overlijden. En dat is maar 1 van de meest belangrijke problemen. De andere is natuurlijk extreem weersomstandigheden of een bos die brandt en je huis gaat ook mee branden. En daar zie je dat al bijna 1% van de wereldbevolking al bij 1 graden heeft heel veel risico's. En als je kijkt naar de kleine eilandstaten, de hele staat kan misschien verdwijnen al op 1 graden, maar misschien iets later in de toekomst. En dus hebben we gezegd dat 1 graden is veel meer rechtvaardig dan 1,5 graden. Maar 1,5 blijft dan de veilige grens. En we hebben dat gedaan voor aerosol pollution. We hebben dat gedaan ook voor nitraten of stikstof. Maar we hebben gekeken naar al die verschillende grenzen. Nou, dat betekent dat je hebt op een gegeven moment veilige en rechtvaardige grenzen. En je moet daar binnen leven, ook op lokaal niveau. Zo onze grenzen gaan van 1 vierkant meter tot een vierkant kilometer en dan all the way up to de mondiale veld. En als je dat doet, dat betekent dat iedere technologie dat je ontwikkelt, moet eigenlijk binnen dat grens werken. Zoals je kijkt naar AI. AI gebruikt zoveel energie, water, metalen, mineralen, dat AI is al buiten de grens. En in ons onderzoek laten we zien dat vandaag de dag zijn we al buiten veel van die grenzen. We zijn echt in dat risicovol gebied. Maar we hebben nog steeds niet de basisbehoeftes van mensen voldaan. Zoals wij wilden SDGs halen, dat betekent dat we moeten veel verder buiten de veilige en rechtvaardige ruimte gaan. En dus de enige manier om terug te gaan is om te zorgen dat iedereen op aarde, dat is ook hij en ik en ook alle arme mensen, wij allemaal misschien 3 lampen en een koelkast krijgen en een house the size van een parkeerplek. En dan pas is er een beetje ruimte over die we kunnen met elkaar verdelen. Dat is de enige manier om terug te gaan en ook de sociale
duurzaamheidsontwikkelingsdoelen halen. En dat betekent ook dat van onze perspectief de technologie moet echt binnen die grenzen passen. Oh, mooi, ik vroeg net, hè, van hoe radicaal vinden we die toekomstscenario's? En jij steekt van wal. En ik vraag me nu heel erg af, hoe radicaal vind jij die scenario's? Kijk, ik kom ook vanuit India. Zo sommige van de scenario's spreken mij ook niet gelijk aan. Omdat al die ontwikkelingslanden die denken, hey, wij willen rijker worden. Wij willen net zoals de eerste wereld. En kijk, jullie zijn bezig met een soort van ladder. Jullie zijn boven gegaan en nu ga je de ladder weggooien. En dan wij mogen niet opklimmen. Dus het is een enorme toestand in die internationale gemeenschap. En dus sommige van die, het zijn mooi om te luisteren. Maar ik sprak me, voor mij was technologie moet onderdanig zijn. Het moet ons dienen en niet ons leiden. Dus daarom heb ik het niet als een van mijn hoekjes. Ja, als ik een vraag mag stellen. Een heleboel mensen, ook in Nederland, ook ons ministerie van Groene Groei, zien technologie als oplossing voor duurzaamheid. En ik loop er ook best wel mee te worstelen, want soms kan je, zelfs met AI heb je van die mensen die zeggen van ja, maar dit kan een heleboel problemen oplossen, we kunnen veel sneller dingen verzinnen. En dan is de vraag want technologie kan echt goede dingen doen, maar moet dan wel binnen die grenzen zijn, zoals je ook zegt. We weten ook dat in een economisch systeem technologie niet zozeer wordt gebruikt voor goede dingen, maar wordt gebruikt om winst te maken. Ja. En winst maken is totaal iets anders dan proberen iets op te lossen. En hoe zou je dan technologie wel goed kunnen gebruiken? Want het is ook gevaarlijk om te zeggen, we willen geen technologie. Want ik denk dat je ook dingen nodig hebt. Onderdanig. Ja. Nee, het probleem is voor mij, technologie is niet, wordt niet gebruikt tegenwoordig om profit te maken, maar om controle te hebben. Je kijkt naar een dam. Hè? Mensen wonen langs een rivier en die nemen het water iedere dag. En op een gegeven moment komt iemand en die maakt een stuwdam. En dan moet je betalen voor het water of voor de elektriciteit, dat je daarvoor kon gewoon zomaar nemen. En zo je ziet, de technologie is een heel belangrijke manier om mensen te controleren. En dat zie je tegenwoordig ook met AI, dat is een hele belangrijke manier om te controleren. Maar ook gewoon onze telefoon kan gebruikt worden om ons te controleren. Dus het is niet alleen profits, het is power. Maar om even terug te komen, wat wil je met de technologie doen? Maar ik denk gewoon, wij kunnen ook vegetarisch eten, wij hoeven niet noodzakelijk een hele multi-story building maken om een soort van protein substitute te geven. Maar goed, als dat nodig is, dan misschien een beetje. De vraag dat ik heb is, especially met AI, omdat iedereen bij de internationale, in de VN, al die landen, die zijn zo blij. AI lost armoede op. AI lost armoede niet op. AI gaat misschien iets vertellen van over hier kan je goedkoop dit kopen, daar kan je iets dat doen. Maar dan moet je dat gaan kopen. AI kan misschien vertellen, zo moet je je inrichten, maar dan moet je dat gaan doen. En dat gaat geld kosten. Maar al die mensen die zitten denken van, nee, hoeven we niks te doen. AI gaat ons vertellen wat we kanker hebben. Mag ik even interveren? voordat we dadelijk alleen maar juist over technologie gaan hebben, want dat wilden we juist niet volgens mij. Maar waar we het net hadden over mogelijke toekomstscenario's. Weet je? Oké, postgroei stip op de horizon, maar er zijn allerlei wegen naartoe om daar te komen. En wat jij nu zegt, is van, ik ben eigenlijk juist bezig vanuit mijn onderzoek met het stellen van een heel duidelijk kader. Een mondiale grondwet is waar je aan werkt. Dus dan schets je eigenlijk heel erg wat wel en wat niet, en voor wie dan, en wanneer wel en wanneer niet. Hoe eerlijk is dat? Hoe zorg je ervoor dat je vanuit de juiste waarde keuzes maakt? Kun je daar eens over uitweiden? Nou, in die mondiale grondwet hebben we 3 PhD's. En 1 kijkt naar de relatie contracten en publiek internationaal recht. Want vaak zijn die contracten heiliger dan publiek internationaal recht afspraken. Zo 1 doet dat. En 1 kijkt naar de rol van technologie. Hoe moeten wij zorgen dat juist technologieën worden aanbevolen en de andere niet? En dan de 3 kijkt naar de sociale ongelijkheid en milieu. Vraagstukken. Maar de meest belangrijk deel van het geheel is niet de 3 PhD's. Wij zijn bezig met een Open Science Justice Lab en wij nodigen iedereen uit, jullie ook, en jullie kinderen ook, en jullie opa's en oma's ook, om mee te doen aan een essay. En je moet gewoon 1000-woord essay schrijven van wat jij wil. Gewoon, ja. Ja?
in het verhaal. En wat wij doen is, iedere 1000 essays worden dan bij elkaar gekoppeld en dat wordt een boek of essays. En we hopen tenminste 500 essays te krijgen, maar misschien het liefst 50.000. En al die mensen die een bijdrage leveren worden dan co-contributing authors. Ze kunnen niet co-authors worden, omdat misschien zijn ze niet eens met alles. Ze zijn contributing authors aan een mondiale grondwet. Dus het moet, de gedachte is dat wij bottom-up doen. En is dat uitzonderlijk? Ik spreek met ook leraar, dus je ziet dat veld aan onderzoek wat er wordt gedaan. Is dit een uitzonderlijke manier van onderzoek doen binnen dit thema? Ik denk het wel, omdat je ziet dat in sommige... kijk, in de VN zijn er ook... projecten, UN Charter No. 2, et cetera. En daar zijn er binnen kader zijn mensen aan het werken. Er zijn mensen die zijn bezig met de social movement. En er zijn mensen die zijn echt bezig met hoe kan je een grondwet tot stand krijgen, wanneer is het gebeurd, hoe is het gebeurd, et cetera. En wat wij proberen hier te doen is een mengelsom van essays van mensen die natuurlijk zelf bepalen of ze willen meedoen. Zo, natuurlijk zijn er mensen die niet meedoen. En we proberen al die ideeën mee te nemen. En het is niet alleen in Nederland. We proberen ook wereldwijd mensen te vragen om mee te doen. En we zijn nu in de eerste 2-3 maanden nu. Ja, 2-3 maanden bezig? Ja. En waar sta je nu? We hebben nu al 125 essays. Oké. Okay. En nu komt het, druppelt in van de publiek. En op een gegeven moment, misschien gaat het omhoog, maar we hebben al 30.000 brieven gestuurd. Zo. Oké, ik ga even naar je toe rennen. Ik ben benieuwd wat voor vragen je hebt. Nou ja, misschien toch wel goed om even uit te leggen wat de mondiale grondwet inhoudt. Want je gaat meteen in de allerlei verschijningsvormen, maar een korte definitie, want volgens mij is het ook een voorbeeld van speculatief ontwerp. Dus kun je misschien kort uitleggen wat bedoel je precies met de mondiale grondwet? Een mondiale grondwet is iets die legt uit wat onze relaties met elkaar zijn en wat zijn onze relaties met het natuur. Met water, met klimaat, met de systemen die ons in leven houden. Maar ook met elkaar, ook rijk en arm landen, ook rijk en arm mensen. So it is echt, het zijn de relaties. So je bent eigenlijk uiteindelijk bezig met de principes die ter grondslag liggen. En een van de principes die ik naar voren breng is de no-harm principle. Als ik rij in een auto, mag ik jou niet doodmaken. Als ik rij in een auto, mag ik ook niet verzorgen dat er ergens anders in de wereld een groot probleem komt. So, de vraag is, in hoever kan ik mijn leven inrichten in een manier dat ik niet indirect jou ergens anders in de wereld een probleem breng? Nou, dat is een van de principes die ik wil naar voren brengen. Het komt uit iedere religie en iedere rechtssysteem heeft dat principe. Oké, dat is één. Maar misschien zijn er meer dat we hebben nodig. En de gedachte is, het is net zoals de Nederlandse grondwet. Misschien komt er iets over hoe we met discriminatie bijvoorbeeld. Of hoe moeten we omgaan met migranten. Of hoe moeten we omgaan met de bij. Of met de pollinators. Of hoe moeten we omgaan met de olifant. Maar hoe moeten we ook omgaan met de mosquito. Weet je? So je moet ook al die verschillende natuurvormen. Maar het is... Wat wij willen is een stable, natuurlijke systeem. So wij zijn niet bezig met hoeveel van iedere specie moet overleven. Maar hoe kunnen wij zorgen dat het systeem elkaar kan ondersteunen. En in vergelijking met een van de scenario's. Wij in onze biodiversiteitsverhaal hebben wij zeggen dat wij moeten proberen tussen 50% en 60% van de wereld vrij te maken voor het natuur. Maar dat betekent niet dat de inheemse bevolking moet daarvan weg. Omdat die hebben dat in stand gehouden, dus die mogen gewoon daar blijven. En dan heb je de managed lands, dat zijn de farms en de steden. En daar zeggen we, iedere vierkante kilometer moet 20% tot 25% groen zijn. En dat is in lijn met de voluntary guidelines in de EU. Dat is, je moet 3 bomen kunnen zien van je raam, als je een raam hebt. En 300 meter naar de nearest dichtstbij groene gebied en 30% canopy. Even, dankjewel voor die aanvulling. Wat ik meteen maar afvragen, als het ons dan allemaal aangaat en je gaat vragen om mensen daaraan bij te laten dragen, je moet kunnen schrijven,
Kun je ook op andere manieren bijdragen aan het kunstwerk? Voor het ja, zeker. Zeker. We hebben op dit moment in het pop-up museum een interactieve manier waarop je kan zelf je ideeën daarop zetten. En dat is gewoon voor het gewone publiek. So op dit moment hebben we alleen die twee mogelijkheden qua kunst. Okay. Om mee te doen. Maar de gedachte is dat langzamerhand maken we meer afspraken. Omdat nu is Laura van Rutte die is bezig met onze de kunstwerk in Amsterdam. Maar we proberen meer en meer mensen bij te betrekken. Maar het hangt een beetje vanaf of je genoeg mensen bij elkaar kan trekken om zo'n experiment te doen. We hebben hier een prachtige zaal. Wat voor een oproep zou je aan ons kunnen doen om te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen gaan bereiken, ook in die haarvaten van die samenleving? Kijk, de punt ook natuurlijk is dat ik wil niet alleen, ik wil jullie allemaal vragen, echt jullie kinderen, want ik wil ook jonge mensen hebben in dat hele verhaal, dat die misschien essays schrijven. We gaan niet zeggen dit essay kwalificeert, niet als het gewoon 1000 woorden is en het is een helder verhaal. En we hebben geen mening daarover op dit moment. De gedachte is niet dat wij zeggen dit is de beste essay of zo. Iedereen mag meedoen. Maar ik wil ook een balans zoeken. Ik wil ook dat mensen vanuit verschillende delen van de wereld, verschillende religies, verschillende omstandigheden ook meedoen. En dat is de moeilijke part. In Nederland proberen dat mensen te krijgen is eigenlijk de makkelijkste deel van het verhaal. Mondiale balans krijgen is veel moeilijker. Ja. Hans, even in het kader van postgroei. Hè? Ja. Waarom is dit nodig, zo'n basis? Nou, de consequenties van alles wat Joita gezegd heeft voor hoe wij hier leven zijn nogal groot. En daar hebben we natuurlijk helemaal niet over gehad. Maar heel even in het begin. Ach. We hebben natuurlijk een economie die gebaseerd is op groei. We hebben een best wel raar construct. Het is een heel instabiel systeem dat alleen maar kan blijven bestaan als het groeit. Dat ga je niet zelf verzinnen. Het is echt een heel belachelijk idee dat iets alleen maar kan blijven staan als het de hele tijd doorgroeit. Nou, dat hebben we gemaakt. Dat zit in ons financieel systeem, dat zit in onze markteconomie, dat zit in onze overheidsbegroting. Dat zit ook in ons wereldbeeld voor een deel. Dus het zit in onze instituties, maar het zit ook in onszelf. Hoe dat in onszelf zit, dat is een dubbele. Want aan de ene kant vinden wij dat vooruitgang materieel is, vaak. Terwijl aan de andere kant genoeg onderzoek, in ieder geval voor West-Europa, aantoont dat het totaal onzinnig is en dat we er helemaal niet gelukkiger van worden, van steeds meer materiële spullen. Maar goed. Dat is misschien nog wel aan te passen, maar dan moet je ook al die institutionele veranderingen doen. Moet je ook je financieel systeem, moet je ook nadenken over geldschepping en over al dat soort andere dingen. Dus wil je komen waar Joita het over heeft, dan betekent dat een radicale verandering van hoe wij hier met z'n allen samenleven. En dat heeft ze net niet verteld, maar dan is het wel één hele duidelijke consequentie dat wij heel veel moeten inleveren om het voor elkaar te krijgen. Klopt. Ja. Wat? Klopt. Ja. Nee, maar wat we niet begrijpen is, heel veel mensen denken nou, oké, voor die SDGs geef ik 10 euro voor een arme mensen. En dat is goed. Nee, omdat wat ik eigenlijk heb voorgeschetst, betekent dat het maakt niet uit hoe rijk ik ben. Ik mag het niet uitgeven, omdat ik ben boven mijn footprint. Omdat op een gegeven moment krijg je of met jezelf, of je familie, of je buurt, heb je een footprint. Je kan niet meer kopen. Omdat dan gebruik je eigenlijk iemand anders ruimte. Volg je wat ik zeg? Jazeker, maar beseffen wij ons dat al voldoende? En hoe eerlijk vinden we dat dan? Momentje, kom naar toe. Over onze grenzen zijn, ja. Als Nederland. Ja. En dat zijn 4 maandjes, niet eens 4 maanden. Ja. Nee, ja. Maar hebben we het genoeg over wat de consequentie eigenlijk daarvan is? Als we het daarmee eens zijn, hoe eerlijk vinden we dat dan? En hoe kunnen we daar dan over hebben? Nee, maar dat is juist. En dat is juist waar we moeten over in discussie gaan. Kijk, als wij zouden kunnen en socially duurzaam. Dat betekent ook dat de mensen die de lithium mining doen echt een goed salaris krijgen. En dat ook het water die dan vervuild wordt, is ook verschoond. En dan de lithium battery is dan recyclable. En er is geen PFAS in je solar panel. So we hebben. We praten over een ander systeem. Zoals je hebt een socially sustainable, renewable energy systeem, dan kan je iets meer veroorloven dan als je met een fossiel brandstofsysteem gaat. Omdat als we doorgaan met ons huidige systeem, dat in 2050 maak je niet eens de 3 lampen en een koelkast. Je bent dan buiten de grens.
Drie lampen en een koelkast. Drie lampen en een koelkast en de energie die nodig is voor je voedsel en de energie die nodig is om te zorgen dat je een huis de size van een parking lot hebt. Dan ben je al buiten de grenzen. En dat is dat, en mensen beseffen niet, omdat, kijk, ik wil even teruggaan naar de carbon budget. In de rijke landen denk ik, we hebben gedacht, weet je wat, als wij wachten tot 2015, dan kunnen wij zoveel mogelijk fossiel brandstof zelf gebruiken. En er is maar alleen zoveel over voor de ontwikkelingslanden. Maar 80% van de resterende fossiel brandstof ligt in die ontwikkelingslanden. Die boodschap is duidelijk. Hans, ik kijk jou even aan. Je schrijft ook veel als columnist bijvoorbeeld voor Vrij Nederland. Ik weet dat je actief bent, bijvoorbeeld op LinkedIn. En ik neem aan dat je ook veel reacties krijgt. Hoe realistisch is het als we daadwerkelijk hierover gaan hebben met zoveel mogelijk mensen? Nou, realistisch. Ik ben het helemaal eens met Juwita. Maar om iets gedaan te krijgen hier en om draagvlak te krijgen voor verandering is het natuurlijk een super afstotende boodschap om te zeggen van, nou, je hebt een parkeerplaats en waar die koelkast dan op moet staan. En, nee, dat is het minimum, hè? Ja, dat is het minimum. Dus het kan iets meer. En dus, forget about coffee. Coffee nee, dus ik ben vaak heel, dat merk ik aan mezelf, dan denk ik van, ja, ik weet het allemaal. En je wordt daar ook best wel wanhopig van als je ziet dat er heel weinig gebeurt. Maar je wil mensen meenemen in een verhaal. Dus ik begin dan liever niet over het meest extreme scenario, maar je probeert in ieder geval aan te geven wat ik net zei over, hey, weten wij wel dat ons systeem zo in elkaar is? Laten we ons systeem langzaam maar gaan verbouwen. En waar kunnen we beginnen? Dat is lang niet genoeg, hè? Maar we moeten ergens op weg gaan. En wat ik ben merk, helemaal eens. Dat mensen gewoon niet op weg willen gaan. Nee, kijk, ik als je zegt gewoon, je doet een environmental impact assessment. Ja. En je zegt, je mag niet een crème verkopen als de impact van de crème op de grondwater slecht is. Dus dan moet je via de Environmental Impact Assessment of Ambient Water Standards, Air Standards, kun je proberen ook de bedrijfsleven in die richting te brengen. Okay? So in mijn hoofd probeer je het via regulering in een andere richting te brengen. En wat je moet zeggen, wat is ook belangrijk, is het misschien treft niet ons allemaal, maar de rijke mensen in Australië die in 1 uur in een boot uitstoten broeikasgassen, dat doen de average Australian doet dat in een hele jaar. So je moet ook proberen echt de top 1% te pakken in hun gedrag. Omdat dat is makkelijker. En eigenlijk moet je ook proberen hen te belasten. Ja, maar dan zitten we in Nederland toch in het meest achterlijke land. Want in Nederland worden de miljardairs nauwelijks belast. Nee, dat is het probleem. En dat vinden wij allemaal nog eigenlijk, ja, misschien een beetje vervelend. Omdat we hebben niet voldoende erover nagedacht over dit. Nou ja, of het systeem werkt. Je had het net ook over macht. Misschien zijn de mensen gewoon te machtig. Ja, ze zijn te machtig. Dat is ook waar. Ik ga even, voordat wij verder gaan, met een intermezzo zo meteen. Want ik denk dat er ook mensen zijn in de zaal die denken, ja, nou ja, die drie, wat zijn we? Ja, maar dat was de minimale. Minimale, ja. Dat was de minimale. So in dat, wat we keken is, kunnen wij zorgen dat iedereen op aarde de minima haalt? Dan is er iets over om te delen. Okay. Mag je 4 gloeilampen? Ja, tuurlijk. Ja, wat ik dan mis in dit geheel is, we hebben ook te maken met een gigantische groei van de wereldbevolking. En ik hoor helemaal niets over dat daar een begrenzing aan zou moeten zitten. Nee, mensen maken het klimaat, et cetera, et cetera. En wij groeien als de gekken in de wereld. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. En ik hoor dat helemaal niet als een soort beperkende factor. Ik zal daarover iets vertellen. Als je wil de basisbehoeftes van de mensen die onder de minima zitten nu, als je dat doet, dan de druk op het aard is bijna hetzelfde als de druk van de top 4%. En dat we praten nu echt over miljarden. Hè? 1 tot 2 miljard, omdat voor iedere basisbehoefte zijn er verschillende groepen mensen die onder de minima leven. Maar de vraag dan is, waarom hebben mensen meer kinderen? En als je kijkt, als kinderen overleven tussen 0 tot 5, dan is er een heel groot kans dat de maatschappij kiest voor minder kinderen in de toekomst. En die veranderingen zie je in landen zoals India. In Afrika is het nog steeds niet zo, omdat die 0 tot 5 is nog niet gehaald.
Maar als je kijkt ook naar de structuur van een maatschappij, in Nederland hebben we weinige kinderen op dit moment. Zo 20 jaar later zijn er minder volwassenen om kinderen te hebben. Als je gaat naar Afrika, is het andersom. Er zijn op dit moment veel kinderen. Als ze overleven, dan 20 jaar later zijn er meer mensen die kinderen kunnen baren. En het probleem is niet alleen demographic growth in delen van de wereld. Het is ook demographic shrinking in delen van de wereld. Dat gaat gebeuren in Rusland bijvoorbeeld. En in delen van Duitsland. Dan moeten ze mensen hebben van andere delen van de wereld om allerlei taken te voeren. So demografie is een very ingewikkeld probleem. Je kan het niet zomaar sleutelen. Ja, maar hoe doe je de geboortebeperking? In 1995 in China was er de grote gendervergadering. En daar was het echt, vrouwen moeten gewoon beschikken over hun lichaam. En dat was één belangrijk deel. En het tweede deel is gewoon dat je moet goed gezondheidszorg hebben. Dat is heel belangrijk. Maar als die landen dat niet hebben, dan krijg je dat echt niet zo ver dat mensen minder kinderen krijgen. Beste anticonceptie is toch ook onderwijs, Zeker. Arbeidsparticipatie. Maar dat is juist de reden dat je moet de minima halen. Daarom zeg ik, ja. Je moet de minimum halen in de rest van de wereld. Anders, kijk, wat is het scenario? Om even terug te komen naar jouw vraag. Dat zij heeft toen gezegd, wij vinden dit niet aantrekkelijk. Hè? Klopt, wij vinden het niet aantrekkelijk. En hopelijk misschien komt er technologie die ons helpt. Maar als wij dit niet aantrekkelijk vinden, vindt niemand in de rest van de wereld het aantrekkelijk. En wat gaat dan gebeuren is dat de rest van de ontwikkelingslanden zeggen, weet je wat, wij gaan ons fair share van de fossiele brandstof gebruiken, omdat jullie hebben niks overgelaten voor ons. En het is in ons land, we hebben de techniek, we kunnen het gewoon doen. En dan zijn we echt op weg naar 4,5 of 5 graden, niet 3. Het raakt enorm aan rechtvaardigheid. Ik wil graag doorgaan met een intermezzo. We hebben namelijk raakje op, hier, in ons midden. Het raakt enorm aan rechtvaardigheid, volgens mij, waar we het op dit moment over hebben. Want hoe radicaal is zo'n perspectief op postgroei nou eigenlijk voor inheemse volken? Postgroei? Ja, natuurlijk. Want wij denken daar op zo'n manier over. Raki Ab is inheems activist voor mensenrechten en klimaat. Hij is woordvoerder van de Free West Papua Campaign. Hij is ook nog eens oprichter van de stichting Indigenous Perspectives. Maakt zich hard voor een eerlijke transitie naar een duurzaam en rechtvaardig systeem. En dan worden we wel gelukkig aan groei. Worden we daar gelukkig van groei? Of wat kunnen we eigenlijk leren van postgroei van inheemse volkeren? Graag een warm welkom en aandacht voor Raki Ab vanuit de zaal. Ja, lieve mensen, ik heb vol interesse en enthousiasme geluisterd naar wat hier is gezegd. En ik hoop dat ik jullie na mijn presentatie enigszins heb kunnen meegeven dat verhalen vertellen een belangrijk onderdeel kan zijn van de weg naar postgroei. Groei op zich vind ik geen probleem. Als je groei inzoomt op het welzijn van de mensen, welzijn van het ecosysteem. Daar mag groei, wat mij betreft, nog veel meer in gebeuren. Als je kijkt naar mijn achtergrond, ik heb verschillende identiteiten, zoals jullie op scherm zien. Gevlucht uit West-Papua, een oude Nederlandse kolonie. Mag ik hier handen zien, even als reflectie, wie West-Papua kent? Mag ik daar een hand van zien? Kijk even om u heen. West-Papua. Weet jullie, degene die de hand opsteekt, wat de situatie daar is, als ik zeg dat het een oude Nederlandse kolonie is? Doet je hand omhoog houden, kijk even om je heen. Neemt af, en het is niet raar, als ook Nederlandse geschiedenisdocenten, universiteitsdocenten worden overdonderd als ik een verhaal als deze haal tijdens een gastcollege. Ik doe nu even 5 minuten. Ik ben oud-militair geweest, rijksambtenaar tot afgelopen maart. En eigenlijk sindsdien ga ik fulltime aan de slag als storyteller. En waarbij ik de urgentie, het bewustzijn probeer terug te brengen, waardoor wij in een psychose lijken te leven. De werkelijkheid waar Jojita een expert in is, namelijk het vaststellen en bestuderen van de planetaire grenzen. En corrigeer me als het fout is, we hebben daar, heb ik uit uw presentatie eerder gezien, 9 planetaire grenzen, waarvan we er 6 hebben overschreden. Misschien dat u daar dadelijk iets over kan zeggen. Dat zegt iets over de staat van onze aarde.
de staat van onze aarde. 6 planetaire grenzen. De urgentie worden ons keer op keer door de UN-panel, IPCC-wetenschappers, om de oren geslagen. En toch gaan we door als een persoon in psychose die in een andere werkelijkheid lijkt te leven. Als we kijken naar COP29, vrij recent, waarbij we het globale zuiden boos weg zien lopen. En de mensen, de geïndustrialiseerde machthebbers, eigenlijk weer brutaal niet de nodige maatregelen nemen. Als ik dit had omgedraaid en aan die tafels, aan de machtsknoppen, inheemse leiders had gezet, vanaf COP1, de eerste klimaattop, dan was COP2 waarschijnlijk niet nodig geweest. Want die inheemse leiders, die hadden waarschijnlijk de besluiten genomen die in relatie staan met die rivieren, die bergen, de ecosystemen. En ik zal de context aangeven. Want terwijl we eigenlijk weten dat we minder koolstof moeten gebruiken, dat is een artikel van enkele dagen geleden, NOS, breken we record na record. Als we even inzoomen op mijn thuisland, het eiland Nieuw-Guinea, de grootste tropische eiland ter wereld, huisvest de derde grootste regenwoud, een oude Nederlandse kolonie overigens, het westelijke gedeelte. Een van de uniekste ecosystemen en bijna alle grote milieuorganisaties worden de afgelopen 6 jaar overdonderd over de feiten die ik boven tafel had als inheemse mensenrechten / klimaatactivist. Hier enkele foto's. Als oud-militair kan ik jullie vertellen dat ik geen enkele andere vlag heb gezien op een onderzeeboten vliegtuig. De Papoea-vlag die door de Nederlanders in de jaren 60 was overgegeven. Stukje kolonialisme. Willen we vooruitkijken, dan zouden we eigenlijk moeten weten wat is er in het verleden fout gegaan, waardoor wij in deze klimaat- en biodiversiteitscrisis zijn terechtgekomen. Kolonialisme wordt in het laatste UN-IPCC-rapport duidelijk onderstreept. Kennen wij dat? Herkennen wij dat in ons dagelijkse gesprekken? Nee, natuurlijk niet. En het kan het ook niet verwijten als instituties in onze samenleving die de economische systeem dienen, dat we daar juist die verhalen missen. Over hoe die economisch herstel de koloniale structuren van extractivisme, militarisme, kolonialisme zijn doorverweven in onze huidige samenleving. Universiteiten, basisscholen, musea's, politici, media. Waar horen we vanaf de basisschool aan de universiteit de verantwoordelijkheid die wij als mens zouden moeten hebben om terug te geven aan ons ecosysteem, aan onze rivieren, aan onze mensen om ons heen? Waar wordt die verantwoordelijkheid aan ons meegegeven? Want dan krijg je zo'n artikel van Wageningen Universiteit, de nummer 1 universiteit ter wereld als het gaat om ecosystemen, biodiversiteit. Die zegt, hoe staat het ervoor op de ontbossing op de grootste tropische eiland? Deze, een van de uniekste. Dus zou je moeten verwachten, zo'n universiteit die weet wat er gaande is. Omgekeerd is de werkelijkheid. Ze weten niks over de genocide, ecocide, de grootste goudmijn ter wereld in mijn thuisland. Die keer vanuit de ruimte zien, de grootste belastingbetaler in Jakarta. Tevens de tweede grootste kopermijn die een gat creëert in het hart van ons land. Bedrijven als BP en andere multinationals, waarvan we van de Nederlandse kolonie naar een Indonesische kolonie zijn gegaan. En dit zijn de oplossingen die ons naar de toekomst moeten leiden. Een top 3 mineraal, nikkel, voor onze EV's, zonnepanelen, windmolens. Naast de goud en de koper die wij de wereld en Nederland hebben geleverd, moeten wij ook nu de nikkel gaan produceren. 500.000 vermoorde Papoea's het afgelopen 60 jaar, ongeveer 1/3 van ons volk, en geen haan die ernaar krijt. Het herkennen van machtsstructuren toen en nu, als we dat niet herkennen, laat staan dat we beleven in wat voor urgentie we op dit moment verkeren. En laat staan dat we daarna gaan handelen. Dat kan natuurlijk niet. Als de instituties in onze samenleving het niet benoemen, wij als samenleving dat niet herkennen, dan krijg je dit stemgedrag zoals je dat vandaag overal in de wereld ziet. Op dit moment de grootste ontbossingsproject ter wereld vanwege suikerplantage. In West-Papoea, naast alle ellende die multinationals de afgelopen 60 jaar hebben geproduceerd. En die urgentie, waarmee ik startte, we exceeden, gaan voorbij 6 planetaire grenzen en we stoppen ons hoofd nog steeds in het zand, denkend dat het wel goed komt. Het gedrag van mens A versus mens B. De presentatie, het verhaal van Lisa sprak me aan, waarbij het voorbeeld van de mentor, vergeet het andere woord wat erbij komt, hè, die gelijkwaardigheid, die wereld bestaat. We hebben het alleen gewist uit ons geheugen en uit onze handelen. Vele rapportages laten zien dat 5% van de wereldpopulaties bestaat uit inheemse volkeren, zoals de Papoea's, en dat hun levenswijze
ertoe heeft geleid dat ruim 80% van de overgebleven biodiversiteit gewaarborgd is gebleven. Lees het Amazone, Nieuw-Guinea, Congo-Bassin, daar waar inheemse volkeren volledig in relatie staan met die bergen. Met die rivieren, dat zijn hun broeders en zusters. Dat is exact wat wij hier niet leren. We worden doktoren, uitstekend, economen, fantastisch. Maar die verantwoordelijkheid om iets terug te geven. Dat die kind ook van diezelfde boom kan genieten als zijn opa en oma. Waar leren we dat? En dat is precies waar het misgaat. 96% van de wereldontbossing vanwege ons terreurconsumptie vindt plaats in diezelfde inheemse leefgebieden. Blijkt uit een initiatiefnota van GroenLinks in de Tweede Kamer. Vanwege onze olie, fossiele bedrijven, goudmijnen enzovoorts enzovoorts. Die twee cijfers legt hij naast elkaar neer. Inheemse volkeren waarborgen 80% van de overgebleven wereldbiodiversiteit vanwege hun levenswijze. En 96% van de wereldwijde ontbossing vindt plaats in hun leefgebied. De meest voor de hand liggende, rechtvaardige en goedkope oplossing is in ieder geval zorgen dat zij blijven leven waar ze al die duizenden jaren in harmonie hebben geleefd met die bossen. Zodat die extractivistische bedrijven niet nog meer destructie kunnen veroorzaken. En gelukkig zagen we tijdens de COP biodiversiteit enkele maanden hiervoor dat inheemse leiders eindelijk die machtspositie krijgen in zo'n besluitvorming gestaan. Is dat gelijk de oplossing? Nee. Maar het zorgt er wel voor dat de lobbyisten en de bedrijven die niet de goede intenties hebben, minder macht hebben. En dat zij die over die ecosystemen gaan, duizenden jaren, en nu verantwoordelijk ermee omgaan, in ieder geval die zeggenschap krijgen. En dat had ik hopelijk teruggezien bij de afgelopen COP, maar hopelijk zal het bij de volgende COP zijn. Dit is mijn thuisland. We weten heel goed wat er fout gaat. We weten ook heel goed hoe wij naar die toekomst kunnen gaan. In harmonie met de derde grootste regenwoud ter wereld. We hebben een visie. Alleen hebben wij niet die zeggenschap. Zoals vele inheemse leiders nu hebben. Tijdens een COP of welke machtsinstituut in de wereld ook. Daar gaat het om representatie. Als ik de baas van de NOS was, een Universiteit Wageningen, de minister-president van Nederland, welk besluit zou je morgen zien? Wat ik hiermee wil zeggen is dat wij andere verhalen nodig hebben. Verbeeldingskracht hoorde ik het hier. Ja, zeker. Dat missen wij. En dat kan niet van het een op het andere dag als het hele systeem gevormd is om die groei in stand te houden. De universiteiten, de media, we hebben daar een ander soort gedachte voor nodig. Een ander soort denkwijze. Waardoor we gaan voelen wat verantwoordelijkheid is naar elkaar toe, naar die ecosystemen en naar een postgroei samenleving. En een verhaal als deze kan jullie enigszins tot bezinning brengen dat stel dat die pijplijn dwars hier door Amsterdam en niet 1/3 van de Papua's werd vermoord het afgelopen 60 jaar, maar van jullie familie. Jullie allemaal dood en de rest van jullie kent 1 familielid die door die pijplijn is geraakt. Of die goudmijn, of die suikerplantage. Dan zullen we handelen zoals we handelden tijdens de pandemie. Want toen voelde het. Toen kon de wereld in 1 dag anders eruit zien. Beleving zal die urgentie voeden. Dus ik denk dat andere verhalen nodig zijn zoals deze. En dan zullen we het systeem niet in 1 dag veranderen, maar wel mensen tot nadenken brengen. En als we dat vanaf de basisschool doen, tot aan de universiteit, dan garandeer ik jullie dat we ander soort mensen krijgen. En dus een ander soort toekomst kunnen creëren. Dank jullie wel. Blijf even staan, Aki, want ik kan me voorstellen dat de mensen graag willen reageren. Maar dat is natuurlijk ook even iets wat moet bezinken. Graag, ja, uiteraard. We krijgen er ook veel langs. Aan de andere kant bied je meteen een heel mooi perspectief. Weet je, wat kunnen we leren daarvan? En meteen eigenlijk ook al, ik weet dat er speculatieve ontwerpers zijn. Ik zag meteen allerlei opdrachten voor speculatieve ontwerpers om te gaan ontwerpen met hoe kunnen we dat verhaal wat daar zich afspeelt en de kennis die daar voor ons ook zo belangrijk is, maar ook voor hen om die kennisoverdracht weer terug te creëren, om daar een speculatief ontwerp weer op los te laten gaan. Zijn er mensen in de zaal die graag willen reageren op het verhaal van Raki Jamp? Bijvoorbeeld, wat doet het met je om dit te horen? Wie zou dat willen delen? Ja, als je dat durft, tuurlijk. We zijn natuurlijk gewoon een boompje en een beestje kwijtgeraakt. Wat bedoelt u daarmee? Nou, bij het beginnen. We zijn hier ooit ook als een kale vlakte begonnen. Amsterdam viel niet uit de lucht, nee.
Alleen hoe we het hebben opgetuigd, het hele systeem wat we als mensen hebben opgetuigd, politiek systeem, financieel systeem, democratisch systeem, we hebben het allemaal zelf bedacht. Alleen wat hij ook zegt terecht, wat ik ook fascinerend vond, het was heilig tot de eerste dag van corona. We konden het land, de wereld stilleggen. Geen vliegtuig meer de lucht in. Alleen de supermarkt was open, de rest was dicht. Ik zat ernaar te kijken, ik denk, als dit kan, en dat hebben we overleefd, want we zitten hier weer vrolijk. Dus de veerkracht is er. Dan kan er nog veel meer. Dan kunnen we dingen dus ook gewoon naar ons hand zetten als we echt verandering willen. En dat is de vraag. Willen we dit? Vinden we het belangrijk genoeg? Of zijn we zo hardleers dat we liever eerst wachten tot de ramp ons overkomen en dat we dan pas de wil gaan krijgen? Wie voelt dat ook? Bijvoorbeeld dat voorbeeld hè, wat je aandraagt van die coronatijd. Hey, het kan. Wie had dat ook in de zaal? En wie mist dat nu af en toe ook? What happened? Ik voel me ook wel in die psychose, zeg jij, hierachter. Hoe is dat voor u, dat we het hier nu op die manier over hebben? Ja, ik heb raak je voor de tweede keer gehoord. En ik hou me ook bezig met dat Nikkel-verhaal. En ik denk dat ik daar ergens een oplossing in de natuur voor kan vinden. Daar wil ik nog straks graag met hem over spreken. Ja, dank u wel. Tuurlijk. Ja, ik vind het een heel goed verhaal. Ik vrees alleen dat heel veel mensen, en eigenlijk met name grote belangen, en de mensen die hier vertegenwoordigen hier misschien niet helemaal aan toe zijn. Ik vraag me af wat jouw beeld is van de weg ernaartoe. Kan dit op een democratische manier? En hoe zie je de rol van de staat hierin? Dank u wel. Mooie vraag. Ja, wat ik aanstipte, hoe ik hier invulling aan geef, is zaal voor zaal, interview voor interview, die bezinningsmoment, die verantwoordelijkheid terug te geven aan het publiek. Als ik jullie vertel dat ik de wereld rondreis, een zaal met 800 plus wetenschappers, eigenlijk een soortgelijk verhaal vertel en ze laat nadenken over van de 4,6 miljard jaar dat de aarde bestaat, naar nog minder dan, 10 jaar om onomkeerbaar vernietiging van cruciale ecosystemen te voorkomen. Wat betekent innovatie en ontwikkeling? Dat gezegd hebbende is bij mij de urgentie dat ik daar als persoon vanuit mijn kleine machtscirkel een andere persoon kan inspireren door middel van dit verhaal. Als ik jullie vertel dat ik als trotse praktisch opgeleide instituut als een instituut Klingendaal vol 100 plus diplomaten tot nadenken kan brengen. Dat is de transitie, er is geen kortere weg. Omdat het systeem zo is gemaakt om die groei te dienen. Het enige manier is dat ik de persoon per persoon, want ik zit niet in zo'n grote machtsbron, maar wij samen in onze powercirkels een soortgelijk effect kunnen laten plaatsvinden. Namelijk die bezinningsmomenten. En dat we dan langzaam die systeem resetten vanuit de universiteit, vanuit de media, tot aan de politiek. Dat gaat niet over één dag, dat is een illusie, dat besef ik mij. Maar wat ik wel heb gezien, uit mijn eigen ervaring, als trotse praktisch opgeleid. Top raketgeleerden en academici tot nadenken brengt, simpelweg door helemaal terug te gaan. Wat betekent innovatie en ontwikkeling? Waar doen we het voor? Als we kijken waar we op afreizen, dat is toch krankzinnig. Dat besef, dat is er niet. En dat kan er ook niet komen door de beperkte verhalen en perspectieven wat we elke dag op tv zien, op de radio, in de kranten lezen, op of scholen horen. Dat kan ook niet. We hebben andere soorten verhalen waarbij we die verdiepingsslag maken in beleving. Dat je voelt dat wat wij hier doen impact heeft in West-Papua, in Congo, elders. Als je dat niet alleen leest, maar echt voelt, dan gebeurt er iets. Dat gevoel, dat is waar ik op investeer. Want daar gebeurt iets waarbij die ander denkt van, oh shit, ik kan hier dieper of anders over nadenken. Ik ga daarna handelen. Ik ga verdieping zoeken, lezen. Misschien een groot antwoord, maar ik hoop dat er wat antwoorden in zitten. Dank je wel. Dank je wel, Raki. Even vanuit die urgentie, je zegt, er zitten daar mensen en ik krijg ze aan het denken. Maar even met ons hier, hoe krijgen we ons in beweging? Hoe krijgen we, als we dat allemaal weten en we zeggen van we zitten eigenlijk met z'n allen in die psychose, hoe gaan we in beweging komen? Ja, misschien wat het wel het lastige, wat ik heel erg merk, een heleboel mensen voelen wel aan dat het allemaal niet past, maar ik denk dat wat wij zien ook in Nederland met de hele West-wereld, is dat juist die angst van veel mensen om iets te verliezen maakt dat mensen op een bepaalde manier gaan stemmen en zich gaan gedragen. En ik ben het helemaal met je eens, hè, maar
We moeten mensen ook verleiden. Ik ben heel erg op zoek naar hoe kunnen we mensen nou verleiden. Ook al vinden we dat het misschien helemaal niet meer kan en dat we de tijd niet hebben. Maar het lukt niet om mensen mee te krijgen als we alleen maar hel en verdoemenis spreken. En ook niet als we zeggen van het kan niet meer, dit past niet meer, jullie hebben een verantwoordelijkheid voor de rest. Dat is allemaal waar. Maar dat is niet genoeg om een groot deel van de mensen in beweging te krijgen. Ik heb het antwoord ook niet erop. Hè, maar dat moeten we zoeken. Want als we alleen maar... En daarom vond ik juist die... Daar wil ik toch naartoe. Naar die scenario's zo goed. We moeten verbeelden. We moeten ook mensen mee durven nemen in een andere wereld die echt anders is. Want anders dan blijven we zitten in een verkrampte samenleving. En begrijp je, ik probeer heel zorgvuldig te zijn, want ik ben het helemaal met je eens. Nou, maar wat ik wel, ja, wel mooi vind, is dat andere perspectief. Ik kan me ook het voorstellen, ik persoonlijk alleen al voel van, oké, dat zijn je broeders, je zusters, het water, de bomen. Ik voel me arm. Ik voel dat zo niet, heel eerlijk. Nee, dus ik voel me arm. Ik wil daar een antwoord op proberen te geven, Hans. Want ik hoor wat je zegt. Ja, ik zie ook wat er gebeurt in de uitslagen. Hoe mensen stemmen. Ik zie dat ook. Wat ik probeer te zeggen is dat een ieder van jullie die rol kan spelen om je eigen kind, daar begint het bij, en je cirkels, die bewustwording mee te geven. Mijn kind van 4 en mijn dochter van 14 snapt dit verhaal. Wat ik doe in mijn storytelling is professionals, academici, docenten te armen met andere soorten verhalen. Een verhaal als deze, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is de transitie in verhalen. Die we institutioneel, van persoon tot persoon, van school tot school, jammer genoeg moeten doen, omdat ik niet die instituties beschik. Maar wat ik zie is dat elk kind, en de kracht van herhaling speelt natuurlijk een belangrijke rol. En dat is waarom ik zeg, verspreid dit soort verhalen zo vaak als mogelijk. En ik doe dat bij mijn eigen kinderen. En ik zie wat mijn kinderen doen, anders dan de meeste andere kinderen. En dat is wat inheemse volkeren zonder instituties, zonder technologie, duizenden jaren doen. Een verhaal vertellen rondom het vuurtje. Dat is niet moeilijk. En mijn pleidooi is dus zo vaak als mogelijk in je powercircus op scholen dit soort verhalen delen. Hoe kan het bijdragen aan het werk wat jij doet, aan het onderzoek, de beweging die jij maakt? Wat ik denk is, ik heb eerst gewoon aan jullie verteld wat ons wetenschappelijke werk vertelt ons. Maar als ik wil kijken naar de toekomst en ik doe gewoon stapbewijs. Wij in Nederland, wij moeten gewoon allemaal van de fossiele brandstof af. Dat betekent niet dat ieder mens moet iets doen, maar de gemeente kan dat regelen van groepen van mensen. Wij moeten niet in Nederland ieder persoon een subsidie geven om een elektrische auto te hebben. We moeten zorgen dat de gemeente genoeg geld heeft om alle armste mensen te helpen om nieuwe elektriciteit vorm te hebben. Nou, alleen pas bij de kas moet je bij ieder huis binnen gaan. Hè? Bij de elektriciteit hoeft dat niet. Als je hernieuwbare energie in een duurzame manier en in een socially sustainable manier doet, dan de eigenaren van de huizen hoeven niks te doen, omdat die moet gewoon de licht aandoen en dat komt van een hernieuwbaar duurzaam systeem. Zo voor elektriciteit is dat niet belangrijk. Voor gas moet je in de huis gaan. Je moet het gassysteem aanpassen misschien. Is het heat exchange of it is cogeneration of iets. Maar dat moet de gemeente doen. En juist, ik heb gezien, juist als de staatshoofd niet is komt niet in beweging, juist dan zie je dat gemeentes en provincies in beweging komen. En ik zou jouw verhaal, jij gaat met iedereen spreken. Ik wil dat op een andere schaalniveau brengen. Laat ons gewoon al de gemeentes in Nederland meenemen in dit verhaal. Laat ons de gemeentes in andere landen meenemen als we dat kunnen. En juist op dat niveau proberen een beweging te krijgen. Omdat bij individuen is het heel erg moeilijk. En juist voor de allerarmsten moeten we niet een extra burden op hun doen. Dat is niet de bedoeling. En wat ik zeg tegen jullie al betekent niet dat wij moeten allemaal heel erg ongelukkig worden. Ik denk dat wij kunnen ontzettend gelukkig worden, ook met iets minder. En het is niet bij ons dat de minderheid moet komen, bij de top moet het veel minder worden. En met tax justice hebben we genoeg geld om de public goods te verzorgen. Ja, ik wou graag even aanhaken, ook op waar je mee begon. Wat ik mis bij de leiders, zeg maar, die de groene toekomst propageren, dat ze voorleven, zeg maar, dat die bescheidenheid, zeg maar, en het met veel minder doen.
Want ik heb het gevoel dat we nog steeds worden geleid door een elite die ook gewoon in een hogere economische klasse blijft hangen, zeg maar, die het nog steeds normaal vindt om een x-aantal keren per jaar op vakantie te gaan enzovoort. En daarmee identificeert de onderlaag, de economische onderlaag, zich niet. Dus die blijft dan gevoelig voor mensen als een Wilders, die gewoon hard schreeuwen en ze daarmee weet te raken. Maar als jij dus niet eigenlijk practice what you preach, zeg maar, dan gaat het niet werken. Dan krijg je die massa niet mee. Ja, maar wat ik zeg is, je hoeft ook niet eens de massa mee te nemen. Je moet gewoon zorgen dat iedere gemeente zorgt voor voldoende hernieuwbare energie. Dat de huishoudens niet alles moet veranderen. Dat het ook betaalbaar is. Kijk, ik ben helemaal eens. Als Rutte had iedere paar weken gewoon gestaan en gezegd, wij zijn in een climate emergency, in een biodiversiteits emergency. Wij moeten iets anders doen. Dan was ook de land ook opgeleid. En we hadden dan niet de situatie bereikt dat de VVD nu voor een andere partij ondersteunt, die dan op klimaat niet iets wil doen. So, ja, u bent helemaal gelijk. Wij moeten ook natuurlijk, we talk the talk, walk the walk. Dat is natuurlijk echt zo. En dat maakt, ik denk ook dat wij moeten echt meer in groepen spreken. En ook, ik hoef niet overnight naar een nieuw economic system. Wat ik wil overnight hebben, is meer regelgeving over hoe en wanneer een product op de markt komt. En hoe en wanneer wij ons afval, wat doen we met ons afval? Als we gewoon beseffen op het eind van de week hoeveel afval we hebben. Hoeveel kilogrammen van electronic waste we sturen naar landen zoals Uganda in Afrika. Dat beseffen wij niet. Dan kopen we gewoon een nieuwe telefoon iedere keer. Waarom is het niet zo dat een regelgeving komt met, je doet het met een app. Je doet het niet met een nieuwe telefoon iedere keer. So, er zijn mogelijkheden dat je... Jij wil gewoon een telefoon. Jij wil niet iedere keer een telefoon. Maar Jovita, uiteindelijk hebben we toch, willen we die andere regels krijgen, dan hebben we toch mensen nodig die gaan stemmen op die partijen die regels gaan veranderen. Dus we kunnen dat toch nooit helemaal los van elkaar zien? Nee, maar kijk, waarom zijn wij hier gekomen? Mijn hypothese is dat toen wij hadden Winsemius en Nijpels, die waren redelijk goed geïnformeerd over klimaat, over milieuproblemen. Mm-hmm. En in die tijd hadden we redelijk goed ministers. En daarna wat is gebeurd is gewoon, wij zijn de leiding op dat punt is beneden gegaan. En daardoor hebben wij in Nederland niet zoveel gedaan. We hebben gewoon een check geschreven. We hebben van Latvia emissiereducties gekocht met emissiehandel. We zijn naar ontwikkelingslanden gegaan met allerlei projecten. En we hebben gewoon gezegd, oh, het is heel efficiënt. We hebben heel veel emissiereducties gekocht in andere landen voor heel weinig geld. En wat we hebben niet gedaan is ons eigen mensen wakker geschud dat je moet rekening houden als je een huis koopt, dat het moet niet iets zijn met fossiel brandstof. Dat hebben we in de afgelopen tijd niet gedaan. En daarom zitten wij nu in de situatie. Ja, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen, dat moet de politiek doen. Of dat waren goede mensen. Wij kiezen die mensen. Hè. Het is uiteindelijk de agenda. Nee, het is allebei. Het is niet alleen dat wij kiezen mensen, maar het is wel zo dat onze leiders een bepaald verhaal vertellen om juist mensen te manipuleren. Ja, maar zij vertellen dat niet uit zichzelf. Zij worden gekozen. Daar zitten echt wel belangen achter. Daar ben ik het mee eens. En daar wordt een verhaal gemaakt. Maar het is zo makkelijk om te zeggen, dat is de politiek, dat zijn wij. Wij kunnen ons niet ontslaan van de verantwoordelijkheid. Zonder twijfel. Daar heeft u helemaal gelijk in. Wij zijn ook heel erg verantwoordelijk. Maar het punt is, als wij zeggen wij, de vraag is het ik als individu? Wij als collectief. Mm-hmm. En de mensen die wij als collectief kiezen. En dat ontslaat ons, en dat was de vraag van die meneer, dat ontslaat ons ook nooit van onze individuele verplichting om het beste te kunnen doen wat wij kunnen doen. En als wij kunnen schuilen in de massa, als we ons niet bewust zijn van de... En dat is ook wat Raki zegt. Als we niet eens weten wat de consequenties zijn van ons handelen en ons koopgedrag voor andere mensen in de rest van de wereld. Wat heel veel mensen gewoon echt niet weten. Dan moeten we daar toch veel bewuster mee zijn. Ik geloof dat er iemand staat te zwaaien. Ja, ik ben het. Laten we even teruggaan naar ons. En dat we samen een bepaalde verantwoordelijkheid willen nemen. En ik hoor daar het voorleven van de leiders die we op dit moment hebben. Voordat we dadelijk losbarsten in een politieke debat, dat lijkt me nu niet heel erg handig, volgens mij ook niet heel zinvol. Ik had hier geloof ik een vraag, die wellicht daar ook
in die richting? Enigszins vraag, eigenlijk wel aan jullie beiden. Ik werk al best wel lang bij een gemeente, dus ik probeer juist ervoor te zorgen om... Nou, dit verhaal draag ik wel. Ik wil ook heel graag dat het verder gaat. En zeker als we het ook hebben over de energietransitie, dat we werken aan een duurzame energietransitie. En dat we de SDG's ook omarmen. Maar dan maak ik schitterend beleidsstukken, vind ik zelf. Maar de raadsleden denken daar dan heel anders over. Hoe krijg ik in hemelsnaam ik moet altijd binnen het budget blijven. Circulaire panelen wordt dan van gezegd, ja nee, dat gaan we niet doen. We nemen gewoon die rotzooi uit China. Het maakt ons niet uit dat wij inderdaad allerlei natuur ontbossen en dat soort zaken. Die stappen krijg ik heel moeilijk verder. Wat in hemelsnaam kan ik dan doen als de beslissers niet mee willen? Dus hoe doet het al 11 jaar en het is nog steeds maar mondjesmaat. Echt mondjesmaat. Dus welke beslissers bedoel je dan? Precies? De raadsleden, de politiek. Raadsleden. Ja, ja, nou, daar kan ik vanuit mijn persoonlijke ervaring in Den Haag. Ik woon op een pleintje wat sociale huurwooncomplex is. Hoe ik mijn internationale en nationale activisme verweef, is bijvoorbeeld ook de betrokkenheid van lokale bewoners. In dit geval een wooncomplex die niet mee kan doen in die energietransitie. De term energiearmoede is vaak een term wat we voorbij hebben zien komen. Wat je daar eigenlijk ziet is dat zeggenschap ook daar vaak een probleem is. Hè. De mensen die subsidieregelingen kennen, hè, de groene elite die weten, die vinden die subsidies voor de Tesla's en de vogelwijken, die redden het wel. 100 meter verderop van ons complex heb je een energie-neutrale wooncomplex. Hè, die kwamen vlekkeloos door de energiecrisis, terwijl de bewoners van mijn complex nu nog de lasten betalen van die energiecrisis. Stress leven, slecht geïsoleerde woning. De parallellen tussen inheemse volkeren is de representatie in zo'n gemeenteraad en ook de weg naar. Die besluitvormers, die lopen tegen diezelfde nagenoeg machtsstructuren aan, waarbij zij zeggenschap missen, beleid niet kunnen beïnvloeden. Versus de mensen die wetten heel goed kennen en de wegen naar die subsidieregelingen ook. Wat ik hiervoor bepleit is dus die meer burgerbetrokkenheid als je in het lokaal praat. Zodat die perspectieven vanuit de meest kwetsbare mensen eigenlijk aan die machtstafel komen. Dat zie je eigenlijk hetzelfde, dat zie je exact terug bij de grote tops. De gemarginaliseerde groepen internationaal zitten niet aan tafel. Dan kom je op het menu. Dat is wat er vaak gebeurt. En dat kun je eigenlijk doorvertellen naar lokaal. En wat ik op mijn pleintje vrij recent heb opgestart met de gemeente Den Haag, is dus die zeggenschap, die representatie bij het besluitvorming zo divers mogelijk maken. Zodat die stemmen die eigenlijk het hardst die subsidies nodig hebben, in ieder geval worden gehoord. En dat je dan samen een plan maakt. Exact, dus ook dan zou ik zeggen, wie zit er aan tafel? En welke stemmen mis ik? Dat is eigenlijk mijn oproep altijd in mijn verhaal geweest. Representatie doet ertoe. En wie maakt dan uiteindelijk het besluit? Sorry. Tot zover. Ja, check. Raak je op. En hier ook mensen die pionieren vanuit die velden, binnen die politieke systeem, vanuit de gemeente. Alvast een hartelijk dank voor Raak je op. Heel graag gedaan. Dank jullie wel. Dank je wel voor het delen. Dit is wat we bedoelen, waarom we dit soort programma's hebben. Omdat we het hierover willen hebben, de pijnpunten in het werk. Ik ben gefrustreerd, ik wil graag verder, het lukt me niet. Wie heb ik nodig? Hoe kan ik het doen? Ik heb daar onderzoek voor nodig, ik heb daar andere ideeën voor nodig, ik heb andere verhalen nodig. En het is tijd om serieus naar het beleidsmatige kader te kijken. Bas Butler is clustercoördinator internationale economie bij het ministerie van Financiën. Werkte eerder als econoom bij de Nederlandse Bank. Hij schreef onder andere in het economenvakblad ESB dat ambitieuze klimaatbeleid met normeren en beprijzen op termijn goedkoper is. Met andere woorden, tegen welke weerstand lopen we eigenlijk aan? Welke uitdagingen moeten wij gaan overwinnen? Eventjes van terug naar van ja, postgroei, maar een warm welkom en aandacht voor. Bas Butler. Uh,
Ja, veel dank voor de uitnodiging. Ik werk inderdaad bij het ministerie van Financiën. Wat ook betekent dat mijn uitlatingen vanavond op persoonlijke titel zijn. En niet per se die van het ministerie. Aan mij is de enigszins ondankbare vraag gesteld of ik het beleidseconomische perspectief kan toevoegen aan het debat vanavond. En of ik de belangrijkste uitdagingen kan aanstippen van een scenario van postgroei. Nou, dat wil ik doen aan de hand van drie punten. Eerst zal ik ingaan op het belang van het halen van die klimaatdoelen vanuit economisch perspectief. Vervolgens zal ik betogen waarom een zekere mate van economische groei juist helpt om die klimaatdoelen te halen. En tot slot zal ik eindigen met een positieve boodschap over groene groei. Maar goed, waar te beginnen? Je noemde het net al. Afgelopen zomer heb ik samen met mijn collega Bart Wilbrink een studie gepubliceerd waarin we de literatuur hebben samengevat over de impact van klimaatverandering en transitiebeleid. Ja, daaruit volgt dat de impact van klimaatverandering op dit moment op de economie nog relatief beperkt is, met 0,4% van het bruto binnenlands product in Europa. Maar dat de schade fors kan oplopen onder het huidige en mondiaal ontoereikende klimaatbeleid. Met kosten die kunnen oplopen tot 14% van het bbp tegen 2050. En hoewel een deel van die schade eigenlijk niet meer te voorkomen is, en transitiebeleid ook gepaard gaat met kosten, zijn we verreweg goedkoper uit als we de transitie op een tijdige en ordentelijke manier maken in 2050. En daar geldt bovendien bij dat ieder jaar van uitstel, waarin het klimaatbeleid dus niet toereikend is aan de klimaatdoelen, dat ieder jaar de prijs zal oplopen. Dus wat mij betreft is het doel, zeg maar het hogere doel, de stip op de horizon, is duidelijk. De vraag is hoe daar te komen. Ja, en op die hoe-vraag, daar verschillen we van mening. Kijk, economische groei is natuurlijk ook geen doel op zich. Hè. Het is een middel om maatschappelijke doelen te halen. Om welvaart te verhogen, om armoede te verlagen. En in de context van klimaat is economische groei juist belangrijk om de groene transitie te kunnen financieren. Nou, volgens een recent rapport van Mario Draghi moet Europa de komende 10 jaar jaarlijks 450 miljard investeren in de groene transitie. Nou, dat is ongeveer 2,5% van het bbp en die kosten moeten gedragen worden door zowel de private sector als de publieke sector. Maar het punt dat ik wil maken is dat zonder economische groei zal het voor veel Europese overheden niet mogelijk zijn om dat te bekostigen. Vanwege hoge schulden nu al en andere structurele uitdagingen. Denk aan vergrijzing, nationale veiligheid, die allemaal leiden tot hogere overheidsuitgaven. Dus daarom is economische groei ook nodig om die economische koek groter te maken en om daarmee begrotingsruimte te creëren om te kunnen investeren. Nou, het tweede punt dat ik wil maken is dat economische groei kan ook werken als smeermiddel. Smeermiddel om draagvlak te creëren voor de klimaatdoelen. Kijk, in theorie is het echt wel mogelijk om de groene transitie te maken zonder economische groei, via een verschuiving van consumptie naar investeringen. Maar in de praktijk gaat dat gewoon heel erg lastig worden. Zeker wanneer je de internationale context in ogenschouw neemt, waarin opkomende economieën, lage inkomenslanden allemaal bezig zijn met een inhaalgroei van welvaart. Nou, omdat we hebben het eigenlijk al gehoord vanavond, maar om dat nog een beetje in perspectief te plaatsen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Nederlandse bbp per hoofd van de bevolking, dus een maatstaf voor inkomen, dan is dat in Nederland ruim 3,5 keer zo groot als het mondiale gemiddelde. Dus zeg maar, willen we recht doen aan de inhaalgroei van lage inkomenslanden, dan betekent dat dus een forse krimp van consumptie en inkomen van de huishoudens in hoge inkomenslanden om die klimaatdoelen te halen. Nou, ik denk dat dat niet realistisch is en dat sterker dat dat juist ook een risico vormt voor het draagvlak van klimaatbeleid en dat we daardoor juist de kans groter wordt dat we die klimaatdoelen niet halen.
Nou goed, tot zover het slechte nieuws. Want ondanks dat een scenario van postgroei in mijn ogen niet realistisch is, zijn er wel redenen om optimistisch te zijn op het vlak van groene groei. Een van de kritiekpunten op groene groei is dat het rust op technologische vooruitgang die nog moet plaatsvinden. Waarvan we dus niet weten of het ook echt gaat gebeuren. En feitelijk klopt dat ook. Er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Tegelijkertijd is er ook wel veel reden om optimistisch te zijn als we kijken naar de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt. We hadden bijvoorbeeld net al over hernieuwbare energie. Nou, de prijs daarvan is enorm gekelderd de afgelopen jaren. Zelfs zo erg dat het competitief is met fossiele bronnen. En mede daardoor is ook het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale opwekking van elektriciteit toegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland, waar dat aandeel 5 jaar geleden nog geen 15% was. En dit jaar wordt meer dan de helft van de elektriciteit opgewekt met duurzame energiebronnen. Goed, samenvattend is groene groei in mijn ogen het meest realistische scenario om die klimaatdoelen te halen. En er is ook reden tot optimisme om te geloven dat het ook echt haalbaar is, groene groei. Dank. Luister je hier naar Hans? Nou, ik ben heel blij dat Bas hier is. Want dit is natuurlijk... dit is het verhaal. Dit is het politieke verhaal. En daarom is het ook heel belangrijk. Wij kunnen allemaal wel leuk radicaal zitten wezen. Maar... Nee, en dat bedoel ik op een constructieve manier. Want dit is hoe... En dat snap ik politiek ook, hoe je aan de ene kant duurzaamheid en de problemen vernauwt tot een energietransitie, waarvan ik echt wel geloof dat we daar best wel goed bezig zijn, maar ook, en dat snap ik politiek ook, het probleem vertaalt tot wat is haalbaar in de marges van de Nederlandse politiek. En dat snap ik ook. Alleen dat is niet waar we voor staan. Wij staan voor echt wel wat groters en wat meer. En dat is echt, en dat snap ik zeker als je nu bij een departement wel werkt. Ja, we hebben wel een buitenland. Ja, we hebben daar wel een verantwoordelijkheid voor. En dat is waar Juwita natuurlijk ook over heeft. Jij zegt nu we. Dat is niet waar wij, voor wij als Nederland hebben een... Dat is die mondiale grondwet. Van hoe verhouden wij ons ook... Welke verantwoordelijkheid hebben we? Welke plichten hebben we? Niet alleen naar andere mensen op de wereld, maar ook naar natuur en andere dingen. En dat zit natuurlijk in zo'n verhaal. Als het gaat over groene groei, zit dat niet in. Ik probeer zo zorgvuldig mogelijk om Bas ook nog comfortabel te laten staan daar. Er zitten ook een aantal aannames in die heel erg uitgaan van het systeem zoals het is zoals het werkt. We hebben geld nodig, dus daardoor hebben we groei nodig. Ja, zoals het systeem nu werkt, hebben we inderdaad groei nodig om dingen te kunnen financieren. Maar ja, waarom zouden we het systeem hetzelfde laten en waarom gaan we niet anders verdelen en anders ruimte zoeken? Dat is inderdaad politiek veel lastiger, maar misschien is het wel onomkeerbaar. Maar in het hart van de zaak, hè, omtrent bijvoorbeeld het financieren van bij Triodos, kun je misschien iets vertellen over hoe jullie daadwerkelijk dingen echt wel anders doen en dat het echt mogelijk is? Nou, wij financieren geen overheidsdingen natuurlijk. Hè. Nee. Nee, maar wat wij echt proberen te financieren zijn alle bedrijven die bijdragen aan wat wij dan noemen een transformatie. Waar we vooruitkijkend denken, dit is nuttig om te doen. Dus in de reële economie, waar we ook snappen hoe die bedrijven winst maken, dat het ook terug kan worden betaald door nuttige dingen te doen. Dat is misschien, klinkt misschien heel raar, maar een groot deel van de financiële sector is niet bezig met wat gebeurt er in de reële economie. Dus wat gebeurt er met mensen en dingen? Nee, het is bezig met van geld maken. En dat is een cruciaal verschil. Dus als je begint met de link te leggen tussen wat er gebeurt in de financiële wereld en waar mensen iets aan hebben, dan hebben we al een heel stuk gewonnen. Want dat betekent niet meer dat van geld gemaakt wordt. En al het geld wat van geld gemaakt wordt, heeft niks meer te maken met duurzaamheid of met de reële economie. Jolita, ik zie je knikken. Waarom ga je daarop aan? Nee, maar ik wil een ander punt maken. En dat punt is gewoon dat wij doen het nu in jouw verhaal. Als wij proberen het zo redelijk mogelijk te zorgen dat wij de energietransitie afmaken. Mijn angst is dat als ieder land dat doet, dan zijn wij al op 3 tot 4 graden.
En dat is die angst. So de vraag is, als wij zijn serieus over 1.5 voor onze kinderen en kleinkinderen, dan dat betekent dat wij moeten nadenken, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de resterende 80% van de fossiele brandstof daadwerkelijk onder de grond blijft. En dat is moeilijk. En over banken gepraat, misschien is Triodos heel anders, maar heel veel van die andere banken die lenen geld nu ook voor nieuwe fossiele brandstof. Of direct of indirect. Die lenen aan banken in de ontwikkelingslanden die dan investeren in fossiele brandstof, omdat die moeten hoge interest betalen. Nou moet ik even zeggen, wat het, ik hoop dat de meeste mensen dat weten, maar wij doen niks met fossiel, nee, al jarenlang niks. Ja. We zijn ook de laatste keer dat wij hier waren in Pakhuis de Zwijger, hebben we ons burgerinitiatief gelanceerd om aan de overheid te vragen om een plan te maken om fossiele brandstoffen uit te faseren. Gelukkig hebben we genoeg handtekeningen opgehaald, dus in december gaan we dat aanbieden aan de Kamer. Want wat wij proberen te doen is niet alleen maar met hoe wij financieren dingen te veranderen, maar ook met wat wij zijn als bank. En dat is meer dan alleen wat wij direct financieren. En daarbij zijn we wel, ja, dat moet ik toch even zeggen, zijn we wel anders. Ja. Nee, jullie zijn wel anders. Maar het is wel zo dat in de wereld van investeerders zijn er heel veel nou, die zijn aan het divesten. Maar als je divest en verkoop je shares aan iemand anders, dan krijg je een nieuw vested interest en dan is het probleem niet opgelost. De vraag dat wij moeten over nadenken is niet alleen, hoe kunnen wij het in Nederland draagvlak creëren voor onze eigen transitie? Maar hoe kunnen wij zorgen dat wij onze rol spelen binnen de hele mondiale context? En ik vind dat wij zijn zo rijk en zo gelukkig en zo slim, dat wij moeten kunnen aantonen aan de rest van de wereld dat wij kunnen gelukkig blijven en goed welvaart hebben, terwijl wij zijn vrij van de fossiele brandstof. Wij zijn niet meer een exploitative land. Wij kunnen dat aantonen. Dan kan iedereen ons kopiëren. Bas, in dat kader, in die angst van haar. Ja. In dat kader, hè, het nemen van onze verantwoordelijkheid. Met onze ervaring en onze kennis. Op dat vlak, op die schaal. Hoe kijk jij daar? Als wij dat niet kunnen doen, kan de ontwikkelingslanden dat ook niet doen. Hè? Ja, nee, dus helemaal eens vanuit het perspectief van mijn vakgebied, zeg maar, van hoe we dat dan in mijn ogen zouden moeten doen, is het eigenlijk waar ik het net over had. Die groene transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Kijk, uiteindelijk is de business case van hernieuwbaar eigenlijk hartstikke goed. Hè? Want zeg maar, van, als je eenmaal de investeringen hebt gedaan, dat je het hernieuwbaar op kan wekken, is het gewoon vele malen goedkoper dan fossiel eigenlijk om het omhoog te krijgen. Dus wat moeten we doen? De investering maken of de transitie naar hernieuwbare energiebronnen. Daar zijn we al op weg. Maar mag ik even over op dat? Kijk, het probleem is niet de investeringen in nieuwe proteins of nieuwe hernieuwbare energie. Het probleem is het stoppen met fossiel brandstof. De waarde van de fossiel brandstofsector vandaag is $16 trillion to $295 trillion. Het is ontzettend groot. En die fossiel brandstofmaatschappijen, die wil je niet laten veranderen. Dat is het probleem. So what you see wereldwijd is the renewable energy is coming as additive. It is not coming as a substitution. En in Nederland, oké, we hebben een beetje gesubstitueerd, maar dat betekent niet, wij zijn zover dat wij echt onze fossiel brandstof. En het probleem van het sluiten van de fossiel brandstofsector is dat zoveel mensen verdienen daar hun brood. En die moet dan een andere baan krijgen. En dat is waarom we praten ook over de just transition. En dat deel van het verhaal is not necessarily a business case. Die onderdeel van het verhaal is wel een business case, nieuw. New technology, new energy. Dat is een business case. Maar het zorgen van mensen die een baan verliezen, dat is niet een business case, maar dat moet wel gebeuren. Anders heb je die hele labor in dat sector, die is tegen alle verandering. En dat is een van de grootste problemen in dat sector. Dat is wat we onderzoeken trouwens. Ik kan me voorstellen dat op dit moment, vanwege de dingen die gezegd zijn en gedeeld zijn, best wel wat stof doet oplaaien. Hè? Hier wat kennis, daar wat kennis, dan komt er een intermezzo, nog een intermezzo. En ik kan me voorstellen dat u hier ook zit met het idee van, ja, ik wil daar graag mee aan de slag. Ik hoorde daar ook de frustratie. Laten we daar dadelijk aan de bar ook over doorpraten. Maar ik wil graag afsluiten met die vraag waar we mee begonnen. Welke rol zou je kunnen spelen in die postgroeitransitie? Wat zou voor jou persoonlijk een eerste stap kunnen zijn, die je zelf zou kunnen maken, die je zelf zou kunnen zetten? En wat heb je daar dan voor nodig? Laat hem bezinken.
probeer een antwoord op te formuleren. Dan kom ik naar je toe. Wat ik lastig vind, heb een circulair designprogramma opgezet. En ik denk dat ik toch dichter bij Bas zit dan bij mevrouw Gupta. En dus misschien ga ik wel met pek en veren zo naar de borrel. En dat is toch in ieder geval binnen een deel het systeem zoals we het in het Westen hebben opgezet, om daarbinnen een transitie voor elkaar te krijgen. En dat is een enorme grote stap, maar dat leidt niet tot de grote mondiale justice waar we naar op zoek zouden zijn. En tijdens deze hele discussie zit ik met persoonlijke dilemma. Ik denk dat wij bijna in de zaal hier bijna allemaal bij de rijkste 1% van de wereld horen. Ik in ieder geval wel. Dus ja, misschien nog meer pek en veren zo. Maar in ieder geval, als je dat realiseert, dan moeten we het dus niet hebben over de grote bedrijven of over de politiek. Maar we moeten het gewoon echt over onszelf hebben. En als ik dan denk, oké, even zelfs dat biertje aan de bar past misschien al niet meer bij de ijskast en de drie lampen. Dus het perspectief van die parkeerplaats, ja, dat is ook geen aanlokkelijk perspectief. En dat is heel oneerlijk. Het is voor de allerarmste, niet? Misschien een misverstand. Reageer maar, ja. Het is voor de allerarmste. Het is een misverstand. De gedachte is, als wij zouden de human rights van iedereen willen vervullen, dan moeten wij een minimum plaats hebben, right? So the house the size van een parking lot per persoon. Als je 4 mensen zijn, dan is iets meer. Maar het probleem is, dat is de minima. Dat is ook waar je in keuken kookt. Dat is voor de allerarmste. Het probleem is dat je kijkt ook naar hoeveel is het ruimte en hoe kan je dat verdelen. Omdat wij zijn buiten de veilige en de rechtvaardige grenzen. En als je dan de minimum rights van iedereen doet, dan ben je veel verder weg. En so de rechtvaardigheid is niet meer een soort van moral point. Zonder rechtvaardigheid halen we 1,5 niet. Om die eerste stap te maken, waar jij het nu net over had, wat heb je nodig? Nee, ik realiseer het. Nou ja, ik ben al bezig, maar dus als we de lijn volgen die we hier en nu hebben ingezet, dan ben ik niet goed genoeg bezig. En dan hoor ik bij Bas van ja, binnen de Nederlandse context een goede stap aan het zetten. Op een mondiale schaal niet genoeg. Wat is je naam? Pieter van Os. Pieter van Os. Wie kan Pieter een suggestie geven, een steun geven? Ja, Raki, ga toch even daarheen rennen. Ik moet rennen, want we hebben niet meer zoveel tijd. Ja, heel mooi. Ik denk dat voor mij zijn dat de vragen waardoor ik elke dag op pad wil gaan om het verhaal weer te vertellen. Ik besef me dat we in een systeem leven waarbij dit het realisme is. En dat die beperkt is. Wat ik hoop met een verhaal als de mijne, is dat ik de mensen in de zaal kan overtuigen om die extra stap te maken. Om in je machtscirkel je open te stellen voor perspectieven als deze. En te kijken welk andere persoon of binnen jouw professie welke ruimte je kunt creëren om andere mensen tot die urgentie te laten voelen. Dat is mijn hoop. En daar zit die verandering. Dankjewel. Ik ga naar jou lopen. Toevallig ken ik. Ik heb nog een tip aan hem. Steun. Ja, steun en een tip. En het eigenlijk, je zit op de goede weg, maar het verbaast me dat jij bent bezig met circulair ontwerp. Daar ken ik je ook van. Terwijl juist circulair ontwerp gaat over minder produceren, beter en zodanig ontwerpen dat je opnieuw kunt gebruiken. En dus even de vragen die ik nog had aan Bas, want de groene groei gaat uit van een ontkoppeling van CO2-emissies en groei. Die zegt, je kunt eigenlijk blijven groeien terwijl je emissies wonderbaarlijk omlaag gaan. Maar waar het om voorbij gaat is dat het materiaalgebruik, grondstoffengebruik en de biodiversiteitscrisis die dat met zich meebrengt, daar ga je aan voorbij. Want die elektrificering die gaat wel over heel intensief materiaalgebruik en nog meer produceren, nog meer energie gebruiken. Ik heb ooit een Fransman horen zeggen, die had een zeilboot. Die had een zeilboot, die heet Energy Observer, en zei in het Frans accent, the best energy there is the energy you don't use. Dus we kunnen niet alleen maar eindeloos meer gaan produceren en alle materialen. Dankjewel. Ik zou zeggen, ga in gesprek nog met elkaar. Ik wil echt, want waar ik ook in geloof, is dat we niet allemaal één stap kunnen maken. Er is niet één antwoord. Volgens mij, het zoveel stof doen opleiden, er zijn allerlei stappen die nodig zijn. Dus ook die stappen zijn nodig. Dus ik wil graag, heel kort, welke stap ga je zelf maken? Heel kort, ga eventjes rennen. Welke stap ga je maken?
Doorlopen. Gewoon doorlopen. Ik ben er goed bezig. Heel mooi. Hier. Ik weet het niet. Mag ook, hè? Dat is ook goed. Niet weten. Misschien ga ik heel klein beginnen en proberen iedere dag aan één iemand het verhaal van meneer Raki met zoveel enthousiasme en optimisme her te vertellen. Oké, doorvertellen. Die verhalen vertellen. Hier. Nou, je eigen print kleiner maken. Ja, dankjewel. Hier. Kijken wat ik in mijn werk kan doen om bij te dragen. Ja, en welk werk is dat? Financiële sector. Financiële sector, oké, kijk, die hebben we hier. Kijk hier nog even. Ja, mag ik jou vragen? Welke stap zou je kunnen maken? Eigenlijk al kijken in mijn werk wat ik kan doen. Wat voor werk is dat? Binnen de zorg, binnen de geneeskunde. Oké. Waar ik stappen kan maken. Dankjewel. Hier. Binnen mijn persoonlijke netwerk. En waaronder mijn familie en kleinkinderen. Het toch steeds maar weer aan de orde brengen. Ja, ja. Sluit ik me aan. En even een openbaring. Ik heb echt wel familie, hoor. Die in dat geopolitiek klimaat ergens wel spelen. Dus dat ga ik zeker ook doen hier. Elke stap. Ik ga voor Raki aankomende zaterdagochtend samen met de Rabobank en koningin Maxima een soort tuintje in mijn hart. En dat heet het Kissie Bokassie, Kiss the Soul, aanbieden. En dat wordt geveild. En als die veiling daadwerkelijk gaat plaatsvinden, het moet de aankomende 2 dagen uitkomen, dan ga ik dat geld zorgen dat dat bij Raki en zijn aankomende groot groeiende foundation komt. Dankjewel. Oké, mag ik een applaus? Ja. Vertel. Nou, ik ben docent, dus het verhaal van Raki kan daar denk ik goed bij aansluiten. Oké. Ja. Ook een applaus voor de docent hier. Naast Raki, hier. Oh, nou, ik zat eigenlijk te denken, misschien kan je het gewoon niet op. Kan je jezelf niet echt een stap zetten? Want uiteindelijk denk ik wat we ook hebben gezien, je zit ook in een soort van mondiaal systeem met allerlei structuren, machtsstructuren ook, waar je eigenlijk heel weinig aan kan veranderen. Dus misschien, ja, dat is misschien wel een beetje een pessimistische noot om op te eindigen, sorry. Nee, maar ja, toegeven op een dag, dat als het niet mee zit, inderdaad. Ja, nee, het lukt niet, ik weet het misschien niet. Hebben we net daar ook gehoord, hè. Maar ik wil toch wel heel graag positief eindigen. Wie zegt er, ik weet wel iets wat ik wil gaan doen, ja, daar? Oké, mooi, kijk, dan gaan we weer afsluiten. Ik ga even met meneer Van der Jodels even praten, want ik wil weten hoe het wel kan. Hoewel een economisch systeem te veranderen is, ja, dat zonder groene groei. Ik snap het nog niet helemaal. En ik wil dat aan iedereen kunnen uitleggen, want dat is de enige manier waarop we er gaan komen. Dankjewel. Applaus voor deze mevrouw. Voordat ik mijn taak dadelijk niet heb volbracht, gaan we echt afronden. Want het is de hoogste tijd om toch wel aan die bar dan wel een watertje te drinken. Mag ook. Ik wil ook heel graag bedanken Ernst Hopma van Triodos. Want die heeft toch ook ervoor gezorgd dat we dit programma mede hebben mogelijk gemaakt. Cecile Trooster en Quinten die hiervoor zit. Onze sprekers natuurlijk. Aan deze kant hartelijk applaus. Ja, ja. En beste mensen, een hartelijk dank voor u dat u hier bent. Dat wij hier samen aan willen werken. Ook al vinden we het moeilijk, weten we het niet altijd. Maar voelen we toch die noodzaak om hierbij aanwezig te zijn en die stappen te maken. Laten we samenwerken, samen die verantwoordelijkheid nemen. En moedig voorwaarts, zou ik zeggen. Dank jullie wel.